We beginnen met een misverstand, althans ik. Geef niet. Goedenavond allereerst allemaal. En wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Normaal passen er in deze zaal 80 mensen. We hebben er 90 in gekregen. Mijn naam is Myrthe Hilkens. Ik ga proberen de avond in goede banen te leiden. En daarbij ook uw vragen, als ze er zijn, aan bod te laten komen. Het is een avond over de man eigenlijk. En zijn positie in een strijd die, zou je kunnen zeggen, die van de vrouw is. Roerig jaar dat we afsloten, denk ik. De hashtag Time's Up. Waarmee ook aandacht werd gevraagd voor de omvang van seksueel geweld. Waar vrouwen helaas elke dag overal op de wereld mee te maken hebben. Werd opgevolgd door de hashtag MeToo. Het zal je niet ontgaan zijn. En het is bijzonder, want Time Magazine riep voor het eerst een hashtag uit tot persoon van het jaar. Hollywood stond op zijn kop. Er sneuvelden vele grote mannen. Dat hebben wij allemaal in wat sommige trials by media noemen kunnen aanschouwen. Andere zeiden noodzakelijk collateral damage. Hoe dan ook, CNN dacht dat gaat goed. 2008, 10, we hebben er maar 2017 jaar op hoeven wachten, vrouwen, is het jaar van de vrouw. Nou, dus we zijn hoopvol begonnen. Nu is de vraag vanavond, wat moet de man nu met dat nieuwe feminisme? Er zijn mensen die spreken van een vierde golf. Ik begreep dat een van de sprekers hier daar al een nuancering op gaat aanbrengen. Maar dat horen we zo meteen. Voordat zij aan het woord komt, ga ik eerst dat woord geven aan een man. Een man die, nou ja, zou je kunnen zeggen, eigenlijk bedacht heeft dat wij hier nu vanavond samen in deze zaal zitten. Hij schrijft, hij is journalist. Woont het grootste deel van zijn tijd in Parijs. Hij publiceert in de Volkskrant, NRC Handelsblad, de VPRO-gids, Vrij Nederland, alles wat je, weet ik veel, is dat Goodmensch, media? Zoiets. Zelf is dat niet per se het frame waar die, althans volgens jonge feministes, altijd mee samenvangt, valt. Want waar die zich roert op dit thema, en dat gebeurt nog alles, overkomen hem niet de allerleukste dingen als gevolg. Aan hem nu het woord, Colin van Heesik. Ja, goedenavond. Welkom allemaal. Ik ben heel erg blij dat het zo helemaal uitverkocht is. Meer dan uitverkocht. Ik heb geen idee waar het heen zal gaan. Het kan alle kanten op. Ik heb maar één zekerheid. De directeur van UN Women Nederland, Marije Cornelissen, die hier is, heeft me alvast verteld dat zij in ieder geval gaat zeggen dat ze het een geweldig debat vond. Maar ik wil even heel kort vertellen waarom ik dit debat heb willen organiseren. Precies 50 jaar geleden, in 1968, werd de man-vrouw-maatschappij opgericht. Door Joke Smit en Hedy Dancona, die hier vanavond ook is. Waar ik ook heel blij mee ben. Dat is heel bijzonder. En Hedy kan dat zelf veel beter vertellen dan ik. Maar het idee was kortweg, ze wilden bepaalde maatschappelijke veranderingen doorvoeren. Om die gelijkheid te bevorderen tussen man en vrouw. Bijvoorbeeld, één idee was de 5-urige werkdag. En het idee was, als je nou wil dat mannen en vrouwen allebei part-time gaan werken, dan moeten die mannen dat wel willen. En dan moet je dus met die mannen samenwerken. Dat was kortweg het idee. Dus emancipatie als een gezamenlijke strijd van mannen en vrouwen. Nou, nu is het 2018. Aan de ene kant is er denk ik veel goed nieuws. Er is heel erg veel bereikt, ook heel veel nog niet. Maar veel ook wel. Bijvoorbeeld 60% van de studenten aan de Nederlandse universiteiten is vrouw. En er is denk ik een nieuwe feministische revolutie gaande. Met MeToo denk ik als duidelijkste voorbeeld daarvan. Maar er is aan de andere kant ook slecht nieuws. Heel veel mannen trekken zich terug in allerlei dubieuze bewegingen. Men's rights movements bijvoorbeeld. Alt-right. Forum voor Democratie. Allemaal van die mannen die bang zijn voor de nieuwe wereld, zou je kunnen zeggen. En socioloog Abraham de Zwaan, die duidt zelfs het jihadisme eigenlijk als iets dat mede veroorzaakt is door angst van mannen voor de opmars van de vrouw. Hij heeft het over een
een collectieve krenking van het mannelijk eergevoel. En nou ja, door vrouwenemancipatie. Maar goed, het probleem is natuurlijk niet die vrouwenemancipatie. Het probleem is dat de man niet genoeg is meegeëmancipeerd. Ja? En het andere probleem is, denk ik, dat die vrouwenemancipatie ook nooit lukt als de mannen niet meedoen. En dat is ook de gedachte van waaruit de He for She-campagne is gelanceerd 4 jaar geleden door de Verenigde Naties. Met Emma Watson als boegbeeld. En dat is ook het kader van dit debat hier vanavond. We organiseren nu in Amsterdam voor het eerst een He for She Arts Week met UN Women. Dat is dus een week van kunst en cultuur en debat over het thema emancipatie. En nou, dat is een onderwerp waar ik zelf ook heel veel over schrijf. Want ik vraag me eigenlijk af, ja, waar gaat het heen? Je hebt bijvoorbeeld steeds meer yogascholen, sportscholen, dansscholen. Alleen maar voor vrouwen. Ik ben zelf een keertje bijvoorbeeld naar een dansschool gegaan. Nou, dan mocht ik niet naar binnen, omdat ik een man was. Toen dacht ik, oké, dat kan dan tegenwoordig dus wel. Tegenwoordig ook bijvoorbeeld veel coworking spaces van die kantoren voor freelancers in New York. De ene naar de andere verrijst, waar alleen vrouwen welkom zijn. In Utrecht heb je er tegenwoordig ook eentje. Dus de wens om een soort safe spaces te creëren, waar die mannen dan niet, hè, geen, dan weet je in ieder geval dat je die toxic masculinity buiten de deur houdt. Hè. Aan de andere kant heb je dan weer de partijcongressen van het Forum voor Democratie. Ik zei het al, waar Baudet dan zegt van, goh, wat jammer hoe weinig vrouwen hier zijn. Het is hier toch best leuk. Ja. En het zijn eigenlijk ook een soort safe spaces voor mannen die zich willen terugtrekken in, ja, in hun veilige ruimte. Maar de oplossing is denk ik niet safe spaces. De oplossing is de emancipatie van de man. Maar de vraag is, willen de mannen dat wel? En hoe bereik je dat dan? Om die mannen daarover na te laten denken en mee te laten doen. En als feminisme dan ook over mannen gaat, heet het dan nog wel feminisme? Is dat dan nog wel het juiste woord? Dus daar wil ik vanavond eigenlijk over nadenken. Over misschien een nieuwe emancipatiegedachte. Misschien wat ambitieus. Maar kunnen we inspiratie putten uit die idealen van de man-vrouwmaatschappij? Misschien moeten we de man-vrouwmaatschappij opnieuw oprichten. En ja, ik ben natuurlijk heel erg vereerd dat mevrouw D'Ancona daarbij is. Zij was echt, zij is oprichter van Opzij. Zij was de eerste, dat heette toen project staatssecretaris van emancipatiezaken. Later minister van welzijn, hoe heet dat ook alweer, WVC, volksgezondheid en cultuur, Europarlementariër. Alvast heel erg bedankt dat u hier bent, heel erg bijzonder. Dan hebben we Helene de Bruyne. Het is een vooraanstaande Vlaamse schrijver en columnist. Zij schreef een artikel vorig jaar dat heette Feminisme richt uw pijlen op de man. Ze schreef ook een artikel met een man samen over de vraag, mogen mannen eigenlijk wel meepraten over vrouwenzaken? Ze heeft ook een heel interessante, mag ik misschien zeggen, pikante podcast op de Vlaamse radio. Dat heet Vuile Lakens. En ze heeft ook een boek geschreven, dat heet ook Vuile Lakens. Waarin ze, geloof ik, onder andere zegt dat mannen zich wat vaker in hun aars zouden moeten laten nemen door vrouwen of zo. In ieder geval, dat soort baandoorbrekende ideeën. Ze moeten niet, hè, maar... Het mag. Oh. Met consent. En dan hebben we nog, ja, we moesten natuurlijk ook wel een man erbij hebben. We wilden eigenlijk een mooie man, dus we hebben gezocht naar een mooie man en die hebben we gevonden. Dat is Sander Kok. Het is een man die is fotomodel. En ja, die hebben we eigenlijk alleen maar een beetje voor de sier. Het interesseert ons eigenlijk niet dat hij een boek heeft geschreven. Dat hij een feministisch boek noemt. Dat heet Smeltende Vrouw. Het interesseert ons niet dat hij opiniestukken schrijft. En dat Herman Brusselmans hem het literaire talent van 2017 genoemd heeft.
Hij is eigenlijk gewoon een soort muurbloempje. En dat vonden wij wel heel geëmancipeerd. Nou, kortom, fijn dat jullie er allemaal zijn. En laten we beginnen. Ja, ik zal even heel kort. We gaan beginnen met de twee dames onder het motto Dames Eerst. Enige politieke correctheid past ons vooralsnog. Er is hier vooraan een hele leuke vrouw die heet Sophie. Die is programmamaakster hier bij de Bali. Die loopt rond met een microfoon. En ik wilde eigenlijk zeggen dat wanneer tijdens het gesprek er echt iets daar en dan van je lever moet, meld je ook meteen. Ik vind dat voor de dynamiek van een gesprek leuk. Wel met het verzoek je een vraag te stellen en geen betoog te houden. Dat blijkt niet altijd even makkelijk met elk publiek. Geef niks, snap ik ook, maar toch dat verzoek. En ook om bij het thema te blijven, want volgens mij gaat dat al genoeg een uitdaging zijn, omdat hier heel veel over te zeggen valt. En nu ga ik zitten. Ben ik heel blij, want het parket is heel glad en ik heb echt kutschoenen aangetrokken. Ik ga vragen of Helene de Bruyne en Hedy Dancona plaats willen nemen op het podium. Ja, ik hoef na alles wat Colin zei zelf de introductie niet meer te doen, geloof ik. Mag ik beginnen met te zeggen dat ik het spijtig vind dat er niet zoveel mannen in de zaal zitten? Ja, dat viel mij ook op, maar wel een paar. Maar wel proficiat aan de mannen die er wel zijn. Ja, precies. Ik zag er een paar. Er zijn overal, in alle gebouwen rond het Leidseplein en langs rond andere culturele centra, zalen gevuld met een meerderheid aan vrouwen. En gelukkig maar, de musea zouden moeten sluiten als de vrouwen erbij lieten zitten. Zo is het. En hier ook, want er is hier iemand van de Bali. En die kan... Ja. Zijn toch bij dit soort bijeenkomsten altijd meer vrouwen? Leuk, hè? Interessant. Ja, maar aan de andere kant, ik was laatst in het Vlaamse parlement uitgenodigd omdat er twee parlementariërs aan het nadenken zijn over de betere verdeling zorg-werk binnen de gezinnen. Want dat is waar het vaak fout gaat in de carrière van de vrouw wanneer de kinderen komen. En er waren allerlei studiegroepen en parlementsleden en journalisten. En die hele zaal zat alleen maar vol met vrouwen. Terwijl bij zoiets heb je toch net ook de mannelijke partners nodig. Ja, ik heb net zo'n dag op Internationale Vrouwendag gehad. Met dus 120 vrouwen van, ik denk gemiddeld 70. Dat geeft niks. Maar ik had niet per se het idee dat de toekomst daar nog zat. En er was letterlijk geen man. Dus dan zit je weer in een zaaltje. Het zegt misschien ook wel iets over de Nederlandse feminist, Hedy. Dat in sommige landen vrouwen staken, de straat op gaan en wij trekken ons weer terug in zaaltjes en constateren dan als gefrustreerd hoopje vrouwen bij elkaar dat er toch van alles anders zou moeten zonder dat er bestuurlijke macht in die zaal zit of mannen. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook idioot om te denken dat je de samenleving kunt veranderen. Want dat was het eenvoudige doel dat we voor ogen hadden in de 68. Als je dat denkt dat te doen met de onderdrukte groep en de mannen buitenspel te laten. Nee, zowel in Dolomina als in Man-Vrouw Maatschappij. Vanaf het begin deden daar mannen aan mee. En ook wel eens dat we dan zeiden, weet je, want er stond er weer zo'n man op. Dat was wel onuitroeibaar. Als wij dan zaten te vergaderen te doen. Laten we nu eens alle zaken op een rijtje zetten. Zeiden die mannen dan en orde in deze chaos. Dus dat was wel... vaak op de rand, want daar werden wij natuurlijk toch ook weer heel opgewonden en kwaad van. Maar mensen als Huib Drion, toch een beroemdheid in Nederland. Henk Misset, een hoogleraar economie aan de Amsterdamse Universiteit. En ook veel gewone mannen die helemaal niet zulke bijzondere posities hadden. Die zich aansloten, zowel bij Man voor Maatschappij en Dolomina. Laten we om te beginnen zeggen dat dit geen massabewegingen waren. Hè? Want we noemen dat nou zo makkelijk tweede golf. Maar dat zei ik zei natuurlijk niet toen we met dat troepje bij elkaar zaten. Gewoon, wij gaan ze de tweede golf beginnen. Er is geen sprake van. Zoiets wordt pas achteraf, wordt dat duidelijk. Hè? Dat zie is jij, ook of het nu een vierde is. Zie jij nu op dit moment, hè, je noemt een paar beroemde mannen uit die tijd. Kun je er zo nu een paar oplepelen van vandaag, waarvan je denkt, nou, lichtende voorbeelden van mannen die hand in hand met die vrouw deze emancipatiestrijd voeren? Nee hoor, kan ik helemaal niet makkelijk opnoemen. Nee. Veel makkelijker de vorige week
dat mannen in de politiek zich werkelijk achterlijk uitlieten over vrouwen. De ene miskleun naar de andere. Die man ook van Schiphol, weet je wel. Ja, dan moet ja. Echt dat je denkt, krijgt iemand het uit zijn bek? Ja, Schiphol, nee, de CEO, de topman van Schiphol, stapt op. En hij heeft eigenlijk vandaag kenbaar gemaakt dat hij vervangen moet worden door een man. Om de man-vrouw balans in het bestuur goed te houden. Want als er voor hem nu een vrouw komt, wordt de verhouding 3 vrouwen, 1 man. En daar moet je niet aan denken. Nee, 3 vrouwen, 2 mannen. Oh, 3 vrouwen, 2 mannen. Om de voorzitter. Ja, exact. Van het einde van de wereld. Dus het is nu 2-2. Ja, en dan. Nou, het is te gek voor woorden. Ik bedoel, maar je zegt dus, eigenlijk vroeger zag ik die mannen wel en nu zou ik ze niet makkelijk aan kunnen wijzen. Ik wel. Nee, zo somber ben ik helemaal niet. Want bij die mars in Amsterdam, die grote demonstratie, misschien hebben een heleboel mensen hier eraan meegedaan, viel het mij juist op hoeveel jonge mannen daaraan meedoen. Dus voordat ik me al te ga zuurpruimen. Maar laten we zeggen dat toen wij man-vrouw maatschappij begonnen, heette het eerst Vrouwen 2000. Dat was het toekomstperspectief. En toen hadden we natuurlijk al gauw in de gaten dat het een rare naam was. Dus toen werd het man-vrouw maatschappij, juist met de gedachte dat verandering in de samenleving. En dat was natuurlijk niet alleen, Colin heeft het al heel beknopt samengevat, dat natuurlijk iedereen wel kan vinden dat achterstanden moeten ingehaald worden. Ook gewoon rationele mannen, die vind je daar ook nog wel eens voor. Maar dat je de samenleving ingrijpend wil veranderen. Dat je zegt, de herverdeling van macht, hè, waar wij nog helemaal niet in geslaagd zijn, kan alleen maar als je het betaalde werk hebt. Nou, niet alleen zijn we er niet in geslaagd, we kelderen. Hè? Dus participatie in bedrijfsleven en politiek zijn we in de WEF-index, die wereldwijde index, gewoon nu, ik geloof, op een 50ste positie van 144 landen. Ik wil heel even naar Helene de Bruyne, 29 jaar. Wijs jij die mannen eens aan? Ik ken er ook heel weinig in mijn vriendenkring wel, want ik heb het geluk alleen maar aardige mannen rond mij te hebben die ook best wel vaderschapsverlof zouden willen en dat soort zaken. Maar in de Vlaamse politiek bijvoorbeeld, of in de Belgische politiek tout court, merk ik dat politici zich niet meer aan dat thema willen verbranden. En wat dat jij zegt is heel interessant, want het gaat inderdaad om het veranderen van de hele structuur van de maatschappij, hoe werk en zorg bekeken en georganiseerd worden. Maar ze doen dat af als een zaak van de privé. Ze zeggen, wettelijk hebben we gelijkheid bereikt tussen man en vrouw, en dat is ook zo. Maar hoe dan mannen en vrouwen onderling hun werk gaan verdelen en zo, zeggen, oh, daar komen wij niet aan als politici. Dat is vrije wil, dat is privé. Mensen kiezen dat zelf. Terwijl en jij zegt, natuurlijk, ze willen daar hun vingers niet aan branden. Wat is jouw analyse van die angst dan? Waar zijn ze bang omdat voor? Omdat burgers niet graag betutteld worden door politici en dat electoraal niet interessant is, vrees ik. Dus betutteling is wat ze proberen te voorkomen? Dat denk ik wel. Ja, ik ben het daar natuurlijk helemaal niet mee eens. Dat lijkt een privézaak, maar dat gaat natuurlijk veel dieper dan dat. Maar het wordt wel. Ik hoor dat ook heel vaak van mannen die reageren op wat ik schrijf. Die zeggen van ja, wettelijke gelijkheid hebben we toch al. De rest, vrouwen die minder werken dan mannen, die minder carrière maken, is toch allemaal vrije keuze. Ja, ik heb even, want die. Maar het oneerlijke is dus dat een vrije keuze dus eigenlijk alleen maar voor vrouwen bestaat. Ja, dat is het gekke. Daar ben ik het ook niet mee eens. Ik vind het echt bespottelijk dat het goed wordt gevonden en toegejuicht dat vrouwen hier een half baan hebben. We hebben het anderhalf kostwinnerschap. En dat vinden ze zo goed, omdat vrouwen moeten kunnen kiezen. Waarom mogen mannen dan niet kiezen? Dat vind ik echt ook oneerlijk en idioot. Heb jij het gevoel dat jonge mannen wel zouden willen kiezen? Ja, nogmaals, mijn vrienden zijn niet representatief, maar zij zouden wel willen kiezen, denk ik. En ook als de staat het installeert, langer vaderschapsverlof, bijvoorbeeld als in de Scandinavische landen, het is daar nog niet ideaal, maar je merkt wel dat het dingen in gang zet. Ja, er is één vraag, die wil ik even gesteld hebben, omdat die nu eenmaal continu als een stoorzender door mijn brein zoemt. Want Colin haalt aan dat je in jouw boek vuile lakens zou willen dat mannen vaker anaal genomen worden. En ik ben gewoon benieuwd naar welk groeiperspectief of welke vooruitgang je aan dat idee koppelde. Misschien moet ik dat even toelichten voor mannen die gillend weglopen. Nee, dat is maar een klein aspect van het hele hoofdstuk. Maar snap ik, maar hij prikkelt wel. Dus hij noemt het liever niks natuurlijk. Nee, maar het gaat erover dat een man, als het op seks aankomt, maar ook in de rest van het leven, ook in bepaalde stereotypen en rollen geduwd wordt, die ook beperkend kunnen zijn. In de seksuele rolverdeling is het vaak zo dat de man degene is die aanraakt en die jaagt, maar die zich niet laat aanraken, terwijl hij ook allerlei aangename erogene zones heeft die verkend kunnen worden.
En dan bijvoorbeeld anaal, dan, daar hangt er nog allerlei taboe rond, omdat dat dan zou wijzen op een onderdanige positie of op homoseksualiteit. Ja, ik hoor nu, ik zie nou ook meteen die zaal waar Colin aan refereerde van Forum voor Democratie. Ik hoop dat niemand naar de stream kijkt. Wat een interessante vraagfantasie heb jij daar. Hè? Ja. Zwat. Dwalen af. Ja. Jij hebt ook een aantal stukken gepubliceerd. En één, daar wil ik uit citeren. De moderne man weet niet meer wat kan, wat mag en wat moet. Kun je uitleggen hoe je tot die conclusie kwam? Door mijn inbox al 2 jaar, ik denk dat ik al 2 of 3 jaar over het thema schrijf. Gewoon door de sentimenten in mijn inbox te verzamelen. En ook te kijken naar bijvoorbeeld mannen in de criminaliteit en dat ze het steeds slechter doen op school en steeds meer drank en drugs misbruiken. In ieder geval, ze lijken allemaal een beetje in de war te zijn. Maar dat was de introductie van een artikel waarvoor ik mannenrechten... Kun je die verwarring eens omschrijven? Waaruit blijkt dan dat ze verward zijn? Ik denk dat wij als vrouwen met de historische vrouwenbeweging al een paar decennia zijn, of langer zelfs, aan het reflecteren zijn over wat het betekent om vrouw te zijn, hoe je die rol anders kan invullen. En er is een hele feministisch archief van nadenken over vrouwelijkheid, maar voor mannelijkheid is hetzelfde nog niet gebeurd. Terwijl de vanzelfsprekende rol als kostwinner wel ondermijnd is. Maar er is nog niks voor in de plaats gekomen. Hedy? Nou ja, kijk, waarom werd dat individuele onbehagen van vrouwen op een bepaald moment, dat is natuurlijk de crux, gevoeld als een collectief probleem. Hè, wanneer, en hopelijk, zijn er langzamerhand ook mannen die dat gebrek aan keuzevrijheid, wat ik noemde, oneerlijk vinden en onrechtvaardig, maar die ook meer zin hebben om zorg te verlenen. En dat concept participatiesamenleving, wat die vorige regering zo onder ons uitgooide, dat is dus echt flauwekul als je de mensen geen instrumenten in handen geeft om dat te realiseren. En het realiseren daarvan is eenvoudig door te zeggen, iedereen werkt 6 uur per dag en regel dat maar, organiseer het maar. Ik heb een spreekbeurt voor sociale zaken en werkgelegenheid en die vroegen me ook of ik wat huiswerk zou willen opgeven. Nou, laten ze dat eens uitzoeken. Laten ze eens uitzoeken of het mogelijk is om het werk zodanig te organiseren dat iedereen 6 uur. En dan betekent het 6 uur betaald werk, maar alle twee, hè, alle variëteiten van gender die je hebt. 6 uur. 6 uur voor de zorg voor je privésituatie onbetaald. En dan heb je altijd nog wel 6 uur over om wat men in de participatiesamenleving van ons verwacht. Dat er voor mij wordt gezorgd in de tijd dat ik met een kruk loop, weet je wel. En nog voor een ouder waarbij het minder goed gaat. Altijd door vrouwen nu, hè. En de zieke kat van de buurvrouw en het pakjes aannemen. Mantelzorgers zijn ook man, maar dat zijn die zorgen voor hun zieke vrouw. Ja, maar dit is een onjuiste situatie. Zorgen voor de extern zieken. Maar wat ik dus zou willen, en wat wij dus wilden, was dat collectieve onbehagen ontstond. Nu dus bij de mannen, die het gewoon niet meer pikken. En die zeggen, ja, van ons wordt verwacht dat we de zaak overeind houden financieel. Maar ik ben wel een beetje bang dat er een soort collectief onbehagen inderdaad is, maar dat het, zoals Colin in zijn inleiding al zei, de verkeerde kant op gaat. Dat die mannen dan de oplossingen gaan zoeken in ouderwetsere narratieven van het kerngezin en de mannelijke waarde weer voorop zetten. Nee, maar goed. Ik bedoel, je moet het natuurlijk zo kunnen doen. Ja, het is niet eenvoudig, maar Colin en Sander en nog veel meer jonge mannen, die moeten zijn als de rattenvanger van Hamelen. Die moet het verhaal zo kunnen uitdragen. Maar is dat niet, mannen denken, daar wil ik aan meedoen. Ik voel dat ook zo. Ja, maar wat Helene, wat jij nu adresseert, hè? Als ik dan even terugga naar de speech zojuist, dan wordt er even stilgestaan bij de opkomst van alt-right movements. Een heel masculien type leider, hè? Trump. Nou ja, het zijn allemaal stevige apenrotsmannen die we op dit moment aan populariteit zien winnen. Dan wordt er gezegd dat bij het Forum van Democratie, als zij congresseren, Thierry zegt, waar zijn eigenlijk alle vrouwen? Want het is hier toch hartstikke leuk. En we lachen daar een beetje met z'n allen om. Hè. Dat gebeurt hier ook vanzelf. Het is geen waardeoordeel. Maar het zegt misschien wel iets over hoe groepen tegenover elkaar zijn komen te staan. Want er zijn denk ik op het moment maar weinig vrouwen oprecht geïnteresseerd in wat zo'n Thierry nou drijft
om te denken dat hij zo alfa moet zijn om ter zake te doen. Dus dan kun je hem lachen of je kunt het onderzoeken. En ik proef die laatste behoefte niet erg. Ik heb het wel gedaan, dat stuk waarvan je de inleiding aanhaalde. Daarin ben ik ook aan de praat gegaan met mannenrechtenactivisten, wat een uitdaging was. In België? Maar, in België, ja. En ook internationaal de beweging wat onderzocht. En dat is nu net het probleem. Ze voelen zich gealieneerd door het verkeerde beeld dat ze van het feminisme hebben. En wat is dat beeld? Ja, het gaat allemaal gewoon veel te ver en ze zijn krankzinnig en ze willen ons alles afpakken en ze zijn hysterisch en we mogen allemaal niks meer. En, ja, je kent het wel. Ja. Terwijl er wel een paar dingen zijn waar zij op wijzen die terecht zijn, zoals bijvoorbeeld echtscheidingsprocedures die voor de man vaak slecht aflopen, of dat het op school steeds minder goed gaat met jongens, dat mannen meer zelfmoord plegen en drugsproblematieken hebben en zo. Dat is allemaal waar. Vaker met school stoppen. Ja, dat is allemaal, nog een hele lijst kan ik daaraan toevoegen. Dat is allemaal waar en terecht. Alleen zoeken zij hun oplossingen dan in een terugkeer naar een ouderwets model waarbij de vrouw dan weer minder mag. Maar het gaat toch om verleiden? Het gaat toch bij het creëren van sociale bewegingen om het verleiden van de mensen. He, maar dat is dus duidelijk niet gelukt. Een samenleving te schetsen waar die jongere mannen dus van denken, daar wil ik bij horen. Ik wil in zo'n samenleving wil ik leven. Dat is het soort verdeling die ik echt fundamenteel vind als het om macht gaat. Ik wil gewoon bestuurd en gestuurd worden door een divers gezelschap waar ik mannen en vrouwen. Maar is dat verleiden, wat jij verleiden noemt, zie je dat mislukt. Voldoende gebeuren nu? Nee, dat is iets anders. Maar er hoeven maar een paar mensen op te staan. Want je moet niet vergeten dat zulke... Ik zei het al, man van maatschappij heeft nooit meer dan 2000 betaalde leden gehad. Dat waren hele kleine bewegingen. En Dolomina had niet eens een geregistreerd ledenbestand. Dus dat was zo. Maar als je op een gegeven ogenblik... iets uitstraalt waarvan mensen dachten, god, ik zit in mijn eentje daarmee te worstelen. Ik ga daarin mee. Ja, dat is een... En dan krijg je ook natuurlijk, daarom waren wij ook altijd heel politiek ingesteld. Wij vonden, ik had helemaal geen ambitie om wat ik dus later heb gedaan, 20 jaar van mijn leven, in de betaalde politiek door te brengen. Ik bedoel, ik zat heel interessant op de universiteit. Maar wij zeiden, als je de kans krijgt om mee te doen en die feministische idealen te kunnen realiseren, dan moet je het doen. Dus je moet gewoon... Het is ook niet zo licht waarover we het hier hebben. We zitten hier wel in krijgszellig bijeen. Maar het is een gigantische opdracht. Maar op een gegeven ogenblik, nogmaals, je weet het van tevoren niet, denk er ineens, mannen vooral, ik wil aan dat soort van beweging meedoen. Maar ik op mijn oude dag ook Ik vrees dat niet oprichten, maar... Ja? Ik vrees dat de tijden wel veranderd zijn. Er is overal meer polarisering. En ook als het gaat over mannen versus vrouwen. En dat zie ik echt niet beter worden. Ik denk dat we echt ons best gaan moeten doen om meer mannen te verleiden van het alternatief model dat je voorstelt, dat wel degelijk hen ook iets kan opleveren. Want ja, dat denk jij dan niet? Als jij het me zou uitleggen en ik zou een man zijn, dan zou ik dat toch meteen begrijpen. Ik doe mijn best, maar begrijpend lezen en luisteren moet ik blijkbaar niet meer onder. Maar dan heb je het nu alleen nog over de, die polarisatie die je zoals jij zegt, op veel plekken tegelijk in de samenleving versterkt ziet worden. Ik denk al wel 1 jaar of 10 dat vrij heftig aan de gang is. Maar die polarisatie, om het overzichtelijk te houden, lijkt ook een generatieconflict te worden. Want het is niet alleen man-vrouw. Eigenlijk in het kielzog van MeToo. In jullie, vind ik, leuke blad Humo afgelopen week een groot interview met Faye Weldon, een oude feministe. Die zegt, ik heb 7 kinderen, ik heb een heel bataljon kleinkinderen, jongens. Ik hoor alleen maar humorloze, seksloze zeiksnorren. Heel kort door de bocht, maar dat is wat Faye Weldon van vrouwen van mijn leeftijd of de jouw... Nee, ik ben wel wat ouder. Over jouw leeftijd natuurlijk zegt. Faye Weldon is ook niet bang van een generalisering natuurlijk. Nee, maar ze zegt wel van die vrouwen die bezigen een toon alsof die man de afgelopen 50 jaar alleen maar stil stond. Terwijl zeker een nieuwe generatie jongens probeert die pappadag en die loopt dan trouw achter zijn kinderwagen en die doet zijn best. En jullie verhouden je tot hem als militante fakesen. Wat dacht je zelf dat het zou gaan opleveren? Dus ik wil alleen maar hier constateren, die polarisatie lijkt ook in de vrouwenbeweging zelf aan de hand. Ik denk dat het ook wel begrijpelijk is, want als onderdrukte, tussen aanhalingstekens, want vrouwen zijn niet zo eenduidig onderdrukt meer,
Maar heb je altijd de plicht, helaas, om geduldig te zijn en je boodschap keer op keer te herhalen en degene die je onderdrukt mee te krijgen? Dat is ook wat de burgerrechtenbeweging heeft moeten doen. Ik weet dat dat klote is, maar als je de maatschappij wil veranderen, ga je diplomatisch moeten zijn. En ik denk dat de feministische beweging dat soms een beetje verliest. Wat ik ook heel begrijpelijk vind, want het is ook hondsvermoeiend om keer op keer op keer hetzelfde te moeten uitleggen en keer op keer het zwijgen opgelegd te worden door mannen. Dat is heel vervelend, maar ik denk dat je niemand meekrijgt als je niet geduldig blijft. En, yeah. Nou ja, je schreef, vrouwen, richt uw pijn en nou eens niet meer op dat glazen plafond, maar op die man. Het glazen plafond is natuurlijk ook nog altijd een probleem, maar ik denk dat die dingen op politiek niveau moeten aangepakt worden. En op dit moment is er in België en in Nederland duidelijk ook niet geen enkele politicus die daarmee bezig is of die daar iets om geeft. Dus dat bedoelde ik er eerder mee van overleg met mannen die iets kunnen veranderen en op die manier ga je komen. Maar je krijgt natuurlijk toch wel mensen mee. Ik vind dat heel defensief klinken. Ik ben veel hoopvoller dat het lukt. Want het is een aardiger soort van samenleving. Het is natuurlijk rechtvaardiger. Het biedt meer kansen aan iedereen dan wat we nu hebben. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de enige uitzondering dat een hoge statusberoep een meerderheid aan vrouwen kent, is in Nederland de rechterlijke macht. We hebben veel meer vrouwelijke rechters dan mannen. En waarom? Omdat zij daar in staat geweest zijn, ook omdat ze goed kunnen nadenken natuurlijk, om de organisatie van de arbeid af te stemmen om de mogelijkheden die vrouwen in deze soort van samenleving hebben. Dus ze weten, als die gezinnen in de spitsfase zitten, dan moeten die vrouwen de kans hebben om minder te werken. Dat kunnen ze later weer uitbreiden. Alleen maar slim, want ze sturen nu vrouwen die goed ingewerkt zijn, die weet ik wat in geïnvesteerd is, sturen ze weg bij die grote banken. Ze kunnen wel bedenken hoe ze zo'n man aan de top op een schandalige manier belonen. Heel makkelijk en daar zijn allemaal redeneringen bij. Dat vindt iedereen krankejoren. En het gaat toch door. En ze kunnen niet bedenken hoe je in zo'n grote organisatie het werk zo verdeelt tussen mannen en vrouwen, dat er ook een fatsoenlijk soort samenleving blijft bestaan. Waar je inderdaad tijd overhoudt voor de Nederlandse les aan migrantenkinderen of voor de kantine van de voetbalclub. Ik bedoel, het is toch van de gekken dat je daar geen mensen voor zou meekrijgen. Ze zijn wel, met dat ouderschapsverlof, met je vaderschapsverlof, hebben ze een eerste stap, waren ze dus voor nu. Hè? Ja. Maar je moet zeggen, kom op, vaderschapsverlof, we gaan het hebben over een eerlijke verdeling van het werk in de privésfeer. Daar heb ik het over. Maar dat is net wat ik daarnet aanhaalde, dat moeilijk is, omdat het net zich in de privésfeer afspeelt en mensen willen daarop. Ja, dat niet aan regulering wordt onderworpen. Ja, juist omdat het privé is. Ja, maar wij hadden dan toch sinds 68. Was ik nog treuriger geweest, ben niet zo erg treurig, maar ik vind het echt ver af liggen van wat ik voor ogen had. Maar laten we wel wezen, er was geen legalisering van abortus geweest zonder de druk van de vrouwenbeweging. Echt niet. Er was geen wetgelijke behandeling in Nederland gekomen. Er was geen implementatie van de derde Europese richtlijn gekomen als er niet een druk had bestaan vanuit de samenleving. En niet alleen maar getal, want dat weet ik niet. Maar echt een hele actieve actiegroep, zoals het woord zegt. Maar abortus is makkelijker, want dat is één wet. Allee, dat is een vreselijke lange strijd geweest in verschillende landen. Op verschillende tijdstippen is er uiteindelijk van gekomen. Maar dat is eenduidig. Dat is één wet die wordt aangepast en dan is het niet meer illegaal. En dan zijn we er wel. Terwijl zoiets ingrijpends als het herverdelen van de zorgtaken thuis. Ja, en dat het herverdelen zet alles van het huishouden, op zijn kop. Ja. Dat zet alles op zijn kop. Dat gaat een trage moeite. Dames, ik wil naar de zaal. Ik wil naar onderzoeken. Onderzoek is toch. Maar er is al heel veel onderzoek. In België bijvoorbeeld is laatst een heel deprimerend onderzoek naar buiten gekomen dat het nu slechter is dan 10 jaar geleden met de participatie van mannen in het huishouden. Ja, het was echt daarom. Heel. Ja, ik kan die cijfers opzoeken voor u. Dus daarom. Ik herinner ze me niet meer precies, maar ik was een beetje. Het is waar. Er zijn nu 17% vrouwelijke kostwinners in Nederland. En in die gezinnen doet de man veel minder in het huis. Want je zou dus denken, omgekeerd wordt dat altijd gebruikt. Hè? Maar de man. Nee, dat doen die mannen niet. We hebben dadelijk, dames, we hebben zo ook nog tijd. Ik wil even naar de zaal gaan kijken of er vragen zijn. Eén moet altijd de eerste zijn. Ja,
Oh, kijk. Ik denk dat de rol van moeders ook heel belangrijk is. Die moeders die hun zonen doodknuffelen, die maken jongetjes niet bereid om in de harde samenleving mondig te zijn. Zij worden zo verwend dat wordt nooit meer wat. Het is wel heel Freudiaans. Nou, we hebben toch Collins. Sandra, hoe was het met jullie moeders? Ja, precies. Ja. En de rol van de vader dan, die is toch ook belangrijk? Ja, jawel, dat weet ik wel. Maar als je een moeder en een vader hebt, name, of, maakt niet uit. Het gaat vooral over traditionele gezinnen, waar de moeders niet werkten. En die zoon die moest alles realiseren wat zij in haar leven nooit heeft kunnen realiseren. En dus dat kind werd aan alle kanten verwend. En de dochters die veel minder verwend werden, omdat die dat ook niet zouden kunnen realiseren. Die dachten, ik ga zelf wel voor mezelf zorgen. En die werden veel mondiger. En het resultaat zie je dat meisjes het vaak veel beter doen op scholen. Maar heeft u daar ook een vraag bij? Of zullen we er gewoon een vraagteken achter zitten? Jullie hebben het er helemaal niet over gehad, dus misschien. Nee, maar dan is dus uw verzoek een reflectie op de rol, de verantwoordelijkheid van moeders richting hun zonen. Goh, ik verwende vind dat jongens, het is hopeloos. Ik vind dat altijd een lastige. Het is al zo moeilijk om. De staat kan zich daar toch al helemaal niet mee gaan mengen met dat soort psychologie van het gezin. Dat is iets dat gaat mee veranderen als de maatschappij ook mee verandert. Ja. Maar ik ken het helemaal niet. Ik heb toch een leuke zoon voortgebracht. En ik heb hem ook. Ik heb altijd gewerkt. Ik herken dat niet. En nou, zou ik het toch. Weet u dat nog uit uw tijd? Nou, die vriendinnen van mij, die even zo oud zijn als ik. Die hebben ook helemaal niet dat verwennen van jongens. En dat doet mij heel erg aan andere culturen denken. Dat misschien vroeger wel, hoor. Maar ik kom natuurlijk ook weer niet uit de achtergrond dat ik nog 24 uur per dag moeder was. Het probleem, en daar heb je wel wat. Kijk, die huidige rolverdeling is natuurlijk wel zo. Omdat de kinderen altijd iets meer van die moeder zijn dan van die vader. En dat heeft iets met je biologisch lot te maken. Daar kan je niet veel aan doen. Je kan het wel een beetje uitkrijgen natuurlijk. En het geeft ook niet een beetje verschil, maar dat is natuurlijk wel waar. Maar dat zicht dat nou uit in overdreven bewondering en verwenning van het jongenskind. Ik zou ze aan mijn dochter het jongenskind. Ik zie nou zo Tarzan in een mandje in de jungle liggen, het jongenskind. Maar we hebben een meneer. Henny, jouw geschetst idee van 6 uurtjes werken. 6 uurtjes je familieplek, je onmiddellijke familie. 6 uurtjes sociaal-maatschappelijk dienstverlening. Op zich een mooi ideaal, maar 6 uurtjes slaap is veel te weinig voor mij. En daarboven, ik denk, je hebt jobs en je hebt professions. Als je een job hebt, 6 uurtjes is genoeg. Maar op professieniveau of op managerial, waar moet je 8, 9 of 10 uurtjes per dag je werkzaamheden verrichten? Want je bent in de stroom, je hebt zoveel, moet je bijhouden. Als je gaat in het midden van het proces, als startend ondernemer, die moest eigenlijk 16 uur per dag zo in de rond te werken om de zaak van de grond te krijgen. En de hoge managers, die moeten ook zoveel uur. Als je gaat versnipperen in 6 uurtjes, komt niks van de grond af. Nou, als ik daar wat op mag zeggen, dat is altijd het geluid wat je hoort. Voor die zware en machtige banen. Neem van mij aan dat ik zoveel mannen ken met die zogenaamd hele grote zware banen. Die hebben er wel 4. Die zijn commissaris daar en je moet eens de nevenfuncties. Sorry? Ja, nee, maar ik bedoel die 6 uur. Als je alle 2 6 uur werkt, heb je al 12 uur. Er is toch wel vaak uitgezocht, hè, dat mensen dat ze productiever zijn in 6 uur dan in 8 of 9 uur. Ik zou nog even. Oh ja, want je denkt dat zit zo'n overspannen feministe. Hè? Maar we hadden in 77, dat was een gouden tijd, werd er een nieuw beginselprogramma van de Partij van de Arbeid opgesteld.
En ik werd uitgenodigd, want ik was toen al een bekend feminist, om in die commissie te gaan zitten. Maar ik had natuurlijk ook veel boeken gelezen. En in je eentje ergens zitten, dan dat verandert, dat zet geen zoden aan de dijk. Dus ik zei, ik doe het wel, maar dan moeten er nog 3 feministen bij. Nou, en wij zaten daarin. En met dus, nou, dat mocht. En die kwamen dus bij. Zaten we dus met z'n 4. Ik denk dat er 12 mensen, waarin dus echt, ja, factotums uit die partij zaten. Ook oudere mannen. Wij hebben in dat beginselprogramma, ze hebben het later natuurlijk heel ver diep weggemoffeld, maar stond die algemene reductie van de arbeidstijd. En er zaten ook mensen uit de vakbeweging bij. Hè? Die waren nou dus toch niet echt van God los, doordat er 4 feministen in dat gezelschap zaten. Hè? En Sikko Mansholt was een van degenen, overtuigde feminist werd die man. Die was ervoor. En het stond dus in dat beginselprogramma. En natuurlijk zijn die, je hebt gelijk, met 6 uur, 6 uur, 6 uur, dat is een beetje. Maar het gaat om een algehele reductie. Het eerlijke verdelen van dat werk thuis en buitenshuis, betaald en onbetaald. In grove lijnen. Ja, en dat stond daarin en het is dus niet gerealiseerd. Maar daar zaten toch allemaal mensen die konden nadenken. We hebben nog een vraag. Ja. Ik vind het een heel interessante discussie. En met name het punt dat eerder werd gemaakt dat die algehele wens er zou zijn bij iedereen. Ik kan alleen mijn eigen situatie. Wacht even, welke algehele wens? Algehele wens om de zorg- en werkuurverdeling anders te verdelen. Te reduceren. Te reduceren. Daarbij gaan we ervan uit dat vrouwen meer zouden willen werken en dat mannen inderdaad bereid zouden zijn om minder te werken of dat anders te verdelen in het huishouden. Wat ik terugkrijg in mijn omgeving is dat met name vriendinnen van mij, ook hoogopgeleid, goede banen, eigenlijk niet meer uren willen werken. Die vinden tot mijn 24 verbazing uur hoor. Goed. Ik werk zelf 36 uur, maar die dan eigenlijk na de geboorte van hun kind naar 24 uur willen. En ik vraag me af of die wens bij vrouwen om meer te willen werken, of de wens bij mannen om minder te werken, of dat aan de orde is. Het is natuurlijk wel zo. Simone de Beauvoir heeft er prachtige pagina's over geschreven in Le Deuxième Sexe, dat huishoudelijk werk weinig eer oplevert, afstompend is en saai is en u confronteert met het feit dat je er iedere keer weer opnieuw moet aan beginnen. Dus een mens zou er van door het raam van willen springen. Is ook zo. Dus ik vind het heel begrijpelijk dat mannen niet meteen de wens hebben om meer in het huishouden te gaan doen. Ik probeer dat ook altijd af te schuiven op anderen. Met succes. Maar ga eens in op dat punt van die vrouw. Want Nederland, ik weet niet hoe dat in België is. Wij zijn koploper, part-time banen. Ik weet iets minder dan jullie. Maar ik denk dat het... Wat nou als vrouwen dat gewoon prima vinden? Ik denk dat het na de geboorte van een kind sowieso, dat vrouwen het wel prima vinden. Zeker in die eerste levensjaren. Dat is iets biologisch waar je niet kan ontsnappen. En het is prettig om vaker bij je kind te zijn als je borstvoeding wil geven. Daar is ook niets mis mee. Het probleem is dat daarna bestraft wordt in je carrière. Dat is het probleem. Moesten carrières veel flexibeler zijn. Niet dat iedereen rond zijn 31ste moet pieken, maar dat je ook op je 45ste nog extra kansen krijgt. Dan zou dat al voor een stuk opgelost zijn, volgens mij. Zijn dat, je hoeft alleen maar even te knikken, maar zijn het veel vrouwen met kinderen? Ja. Ah, oké. Okay. En met die wens om bij een jong kind te blijven is op zich niks verkeerd, maar hoe de maatschappij dat valideert is het probleem. Ja. Nou, maar er zijn 2 dingen. Je krijgt natuurlijk, je hoeft niet te zeggen, de meerderheid van de vrouwen wil dat niet. Ik denk dat je daar absoluut mee gelijk mee hebt. Maar het gaat wel om rechtvaardigheid. Vrouwen kunnen kiezen en mannen niet. Hoe is dat te rechtvaardigen? Dat is toch in mijn... Ik bedoel, ik heb nou helemaal geen zin om te roepen hoe leuk mannen zijn. Maar het is gewoon een... En niet iedereen wil dat. Maar er worden zoveel maatregelen genomen. Waar het om gaat is dat je een fikse actiegroep hebt die een model presenteert aan de achterkant. En dat je voldoende politieke steun daarvoor krijgt. Maar dat is niet de meerderheid van de Nederlanders. Maar mannen die dat willen doen, die ook willen thuisblijven voor het kind, die worden nog zwaarder bestraft in hun carrière daarvoor dan vrouwen. Ja, maar als iedereen dezelfde tijd werkt, dan heb je het gewoon niet. Kijk, er is door dat machtsblok niet heen te breken. Als een machtige baan wordt verkocht, en nogmaals hoor, daar zit veel leugenachtigheid bij, als ik zie hoeveel banen ze combineren. Maar als een man met macht 24 uur per dag bijna werkt. Weet je, een aantal uren kan niet op.
He, en dat is het beeld wat neergezet wordt. Dan kom je daar als vrouw toch nooit doorheen als je niet aan de basis zegt... Want we werken en we stoppen evenveel tijd in het betaalde werk. Dan komen is het toch veel eerlijker. Hoe kan je nou ooit winnen van vrouw die parttime werkt, van die man ja, bij de rechterlijke macht, helder, omdat ze het georganiseerd hebben. Maar anders kan dat niet. Ja, helemaal in de hoek iemand. Sophie, jij hebt de tijd, hè? Nou ja, we zijn het natuurlijk allemaal over eens dat feminisme gaat over gelijkwaardigheid. En hier worden ook heel veel dingen geopperd waar ik denk menig man ontzettend blij mee zou zijn. En die ook terecht voordelig voor hen zouden zijn. Maar wat ik heel erg merk is op het moment dat er iets in de media wordt gezegd door een vrouw hierover. Of zodra iets onder de noemer feminisme komt, zeg maar, zodra het woord feminisme überhaupt uitgesproken wordt, dat bijna elke man een beetje gaat lachen en dan is het ook, ja, feminisme, oh god, ja. En ik ging, ja, we gaan vanavond hier naar dit debat en het was ook van, oh ja, je gaat naar een debat over feminisme, ja, poeh, ja. Nou, ik doe het vooral voor mijn vriendin, hoor. En het is heel erg, zeg maar, nou ja, maar dat is wel iets wat leeft en ik vraag me heel erg af waar dat vandaan komt. En hoe we daar iets aan kunnen doen. Want ik denk dat daar ook het fundament ligt aan het feit dat het vooral een vrouwenzaak blijft. Omdat mannen er onterecht zo'n... Ja, Hedy, je hebt daar wel eens wat over geconstateerd. Hè? Dat het in andere landen veel vroeger al gebruikelijk was om je als feminist te afficheren zonder dat dat op hoongelag kwam te staan. En dat dat hier in Nederland altijd maar een moeilijk ding was. In Vlaanderen ook niet, hoor. In Vlaanderen ook moeilijk? Nee, heel moeilijk. Ja, nee, ik ontdekte in dat Europese parlement dat er dat de Italiaanse vrouwen en natuurlijk afgezien nog de Scandinavische vrouwen, ze dat heel gewoon vonden om zich feminist. Toen heb ik eens met Irene van Ditshuizen een documentaire gemaakt over sterren in Europa. Dat waren echt topvrouwen. Hè? Dus Brundtland, die toen secretaris-generaal was van de Wereldgezondheidsorganisatie. Als je die mensen een microfoon onder hun neus en je zegt, vindt u zich of noemt u zich een feminist? Dan zeiden ze, ja, natuurlijk. Dat zeiden ze. En het hoofd van het Bundesverfassungsgericht. Dus een heel hoge, zat vrouwen. En ze konden ook uitleggen, niet alleen dat zij zich natuurlijk een feminist, dat kom ik in Nederland echt heel weinig. Het is wel een generatie. Maar ga eens in op die vraag waarom. Nou ja, omdat dat feminisme geassocieerd wordt met bitcherigheid. En dan niet alleen mannen. Omdat mannen ook bang zijn dat er een soort wet van communicerende vaten in het spel is. Dat als vrouwen onze winst meer krijgen, hun verliest, dat zij iets gaan afgepakt worden. En je moet dan keer op keer uitleggen dat in landen waar er meer gendergelijkheid is, net de algemene welvaart hoger ligt. En ja. Dus. Maar misschien, ik word daar zelf ook moe van, want ik noem mezelf vooral feminist voor de historische erfenis van het woord, om niet te vergeten wat we al bereikt hebben in die pak 100 jaar dat de beweging er is. En omdat voor mij een analyse-instrument is om naar mannelijkheid zowel als naar vrouwelijkheid te kijken. Maar ik krijg er zoveel kritiek over dat als het woord feminist alleen nog maar valt, dat mannen zelfs dan niet meer naar mij willen luisteren, dat ik soms wel eens vermoeid denk van... Tijd om een ander woord te bedenken. Ja, precies. Gewoon uit diplomatieke overwegingen, niet uit mijn eigen overtuiging, maar gewoon om het debat makkelijker te maken. Ja. Laatste vraag even en dan gaan we naar de mannen. Misschien is een oplossing om het allemaal wat gewoner te proberen te maken. En Henriette Prast, die kennen jullie misschien wel, die heeft ooit voorgesteld om de werkgever van de man mee te laten betalen aan het zwangerschapsverlof van de vrouw. En dat betekent dus eigenlijk in de praktijk dat je elke werknemer vraagt, bent u van plan om kinderen te nemen? Want de grap is dat een werkgever last heeft van een vrouw die een kind heeft, maar kennelijk niet van een man die een kind heeft, terwijl dat is toch eigenlijk hetzelfde. Dus dat vond ik een ontzettend creatieve oplossing. En dat betekent dus dat iedereen, elke werknemer, daarop bevraagd wordt. En daarmee maak je misschien het veel gewoner. En ben je niet meer feminist, maar gewoon mens. En zorg je samen voor je kinderen. Is dat iets te oplossen? Dus eigenlijk, we moeten het minder moeilijk maken. Dat als het woord al een barrière opwerpt, dan... dat is eigenlijk wat jij ook al zei. Dan is het diplomatiek misschien verstandiger om een andere... Want ik denk dat vooral om die maatregel... Ja, toch vind ik het... Ik bedoel... Ik heb toch in mijn hele bestuurlijke loopbaan nooit voor me gehouden dat ik een overtuigde feminist ben.
En waarom niet? Ik wil mij dan liever spiegelen aan die dames veel hoger aan het firmament dan ik. Die dat zeiden van ja, natuurlijk. En We All Should Be Feminists vorig jaar. Daar ben ik het van harte mee eens. We zouden het allemaal moeten zijn. Maar zo'n maatregel? Mannen beseffen niet dat feminisme ook over mannen gaat. Maar zo'n maatregel zou dat misschien inzichtelijk maken. Hè? Als jij net zo goed als werknemer het gepland aantal kinderen moet communiceren en je dus kwetsbaar voelt met het oog op die carrière die je daar wenst te maken. Dat is een prima maatregel. Noem het wel geen feministische maatregel, anders komt hij er nooit door. Maar... Ja, helder. Geen feministisch, maar een goede maatregel, maar we moeten niet zeggen dat die feministisch is. Een sleupfeminisme. Ja, precies. Jullie komen straks nog aan het woord, want we gaan even met de mannen praten. We hebben het niet over seks gehad. Nee, maar ik ga met die mannen natuurlijk ook even stilstaan bij MeToo. En jullie krijgen de gelegenheid daarna om nog op hen te reflecteren. En dan mag je het gerust over seks gaan hebben. Ja. Dankjewel. En dan doe ik deze maar even zittend. Eén hebben jullie al aan het woord gehoord. Dat is Colin van Heesik. Kom vast naar boven. En de ander is de muurbloem. Hij is inderdaad heel knap, Sander Kok. Ja, dan moet je even kijken of dat lukt. Ik word weer totaal geobjectiveerd. Ja, hoe voelt dat? Want je bent fotomodel, dus het gebeurt jou heel vaak. Ik ben eraan gewend en ik moet zeggen, ik kan er ook niet mee zitten eigenlijk. Maar goed, ik heb ook een andere positie natuurlijk als man. Zolang ik het idee heb of de illusie dat ik nog wel serieus genomen word, mag iedereen me objectiveren. Het idee of de illusie. Wat viel jullie het meest op? We hebben het verwende jongenskind voorbij. Zijn jullie verwende jongenskinderen? Ik ben wel heel veel geknuffeld door mijn moeder inderdaad. En dat heeft mij ongetwijfeld verziekt. Waarom zou je hier anders zitten als man? Ik had waarschijnlijk dan een grotere bijdrage kunnen leveren aan het feministische strijd. Ongetwijfeld. Als je niet geknuffeld was, maar gewoon jankend in de wieg had gelegen. Ja, zoals gebeurt met meisjeskinderen. Ja, precies. Ja, want dat doen we allemaal wel met onze meisjes. Ja, dat klopt. Colin, wat viel jou op? Ben jij een verwend jongenskind? Nou, ik heb te vaak te horen gekregen dat ik denk dat het feminisme over mij gaat. Dus ik ga het even niet over mij hebben. Oh, je begint heel correct, wat aardig. Wat ik wel heel interessant vond was het idee van communicerende vaten. Want dat heb je dus ook binnen feminisme, heb ik gemerkt. Wanneer je zegt dat feminisme of emancipatie ook over mannen moet gaan, dat mensen binnen de feministische beweging soms bang zijn dat het dan dus niet meer over vrouwen gaat. Dat die mannen dat feminisme dan eigenlijk... Vrouwen zien dat ook als een communicatie. En onschadelijk willen maken. Van binnenuit of zo. Ja, en je begint wel. Mag ik... Ik noemde dat net al. Jij hebt meerdere keren over... aan dit thema. Ik noem het even groot een thema gerelateerde onderwerpen. Daar heb je over gepubliceerd. Ook in het kielzog van MeToo. En je begint te zeggen... Op grond van de reacties die ik daarop kreeg, heb ik begrepen dat het, omdat het over feminisme gaat, dus niet over mij gaat. Dus ik wilde het nu even niet over mij hebben. Dus je onderwerpt je eigenlijk aan die kritiek omdat je ermee instemt. Het gaat niet over jou. Nee, maar het gaat over mannen en hoe kunnen we die mannen meer op de kar krijgen? En mee laten denken en mee laten doen. Uitleggen dat ze er misschien zelf ook iets bij te winnen hebben. Want mannen, die hebben daar last ook van, denk ik, van al die culturele stereotypen. Al die rollenpatronen en ideeën van... Het debat heet woman up of man up, maar... als je zegt man up, wees een vent, dat is in wezen cultureel. Want je bent al een man, dus wat moet je dan nog doen om een man te worden? Dan moet je dus iets cultureels doen. Dat heeft te maken met verwachtingen die we aan mannen stellen. Niet huilen... Zonder morren naar het front om je overhoop te laten schieten. Want het is eervol en zoet om voor het vaderland te sterven. Dat zijn allemaal van die idealen van mannelijkheid waar onze cultuur van doordrongen is. Ja, ik vroeg het aan Helene. Hè. Haar zin, de man weet niet meer wat kan, wat mag en wat moet. Is wat kan, mag en moet voor jou diffuser aan het worden, Sanne? Als gevolg van die vierde golf die nu luidruchtig van zich laat horen?
Kun je je vraag misschien herformuleren? Wat kan? Ja, dus Helene constateerde, ook nadat ze zich had verdiept in die, die mannelijke activisten, die zich eigenlijk steeds meer in een mannelijk bastion terugtrekken, dat er erge verwarring bestaat over wat nog kan, wat mag of juist moet onder veel mannen. Is dat voor jou diffuser aan het worden? En met het oog op die nieuwe golf feministen die je nu van zich laat horen. Ik herken het wel, inderdaad. En het wordt ook steeds moeilijker om het juiste te doen. Ook al spring je op de kar, ook al betoon je een goed mannelijk feminist, dan nog zou het zomaar kunnen dat je een bepaald woord ontglipt, wat dan verraadt dat je toch een male chauvinist pig bent. Die verbrand moet worden. Ja, dus je zegt, zelfs als je goede bedoelingen hebt, is het een slippery road. Waarom zit je hier vanavond? Dat heb ik mij ook afgevraagd. Het is, uit zelfoverwinning. Ik kan niet ontkennen dat ik het een bedreigende situatie vind. Al dan niet onterecht, want jullie zien er allemaal heel vriendelijk uit. Maar nogmaals, je doet het als man heel erg snel verkeerd. Maar vertel dan eens wat er gebeurt. Dus je mengt je wel in een gesprek. Wat is het dan dat verkeerd is volgens... Waarop word je dan aangesproken? Want ik ben geen man. Kun je dat voor mij tastbaar maken? Bijvoorbeeld als ik te snel antwoord zou geven, dan zou mij mansplaining tegen lasten gelegd kunnen worden. Dus je moet eerst contemplatieve pauzes inlassen? Ja, precies. Okay. Een van de meest kwalijke dingen vind ik dat je in de discussie nooit een gevoel mag ondervragen. Gedachtes mag je ondervragen, want de gedachte kan onjuist zijn. Maar wanneer iemand zich misschien onterecht bedreigd voelt, dan mag je dat niet ondervragen, want dan kom je aan iemands emotie. En een emotie is altijd juist, geloof men, onterecht. Ik had laatst een discussie op Twitter, daar kom ik tegenwoordig. Dat is een heel aparte omgeving. En het ging daar over een treinrukker. En, wat een is aantal... dat? Nou, dat is iemand die in de NS-treinen zichzelf betast. En, toch nog over seks, gelukkig. Toch nog over seks, ja. Ja, daar is Helene heel blij mee. Ja. Maar men leek het wel over eens te zijn dat soort mensen dan maar niet in de treinen mochten komen. Dus ik schreef, waar leg je dan de grens? Mogen die mensen er ook niet meer in parken komen? Want daar zullen ze het dan ook doen. Overigens, het is een psychiatrische stoornis. Ze kunnen niet zoveel aan doen. Dat kon al niet. Dus de vraag stellen was een probleem. Ja, en ik was bovendien verdacht omdat ik een man was die dit noemde. Als een vrouw het had gedaan, had het misschien gemogen. Misschien ben je zelf wel een treinrukker. Ja, misschien wel. Ja, ik heb ook niets gedaan, moet ik toegeven, om die indruk weg te nemen. Ik vond het wel leuk. Colin, herken je dit? Ervaar jij als deelnemer aan dit discours? Ik weet dat je net zei dat het eigenlijk niet over jou mag gaan, maar ik vind het ook een moeilijke opdracht. Probeer het op zijn minst toch een keer. Jij mengt je actief in deze discussie. Herken jij dat de regels aan het veranderen zijn en ervaar je dat als lastig? Snap jij wat de regels zijn? Bedoel je de regels van de discussie of de regels dus over de omgang tussen mannen en vrouwen? Ja, dus hoe je je verhoudt in deze discussie als man tot vrouwen die aan het agenderen zijn in eerste instantie? Nee, dat is nog steeds hetzelfde als een jaar geleden natuurlijk. Het hoofdargument is, feminisme gaat over vrouwen. Dus als je als man mee wil doen, dan meld je als iemand die zegt, hey, hoi, wat moet ik doen? Beginnen met dozen verplaatsen of zeggen jullie het maar, weet je? Zelfs man, de fout die ik heb gemaakt is dat ik in de Volkskrant op 3 pagina's zei van, hey, hoi, als je mannen mee wil krijgen, dan helpt het misschien om zo of zo te doen, om bijvoorbeeld bepaalde termen te gebruiken waarbij je negatief gedrag koppelt aan man zijn. Manterrupting, manspreading, mansplaining, weet je wel. Manterrupting, manspreading en mansplaining. Manspreading is je benen wijd in de metro, te veel plek in de... Oh, dat is manspreading, ja? Ja, terwijl ik zelf helemaal niet zo zit, maar ik had het over het vocabulaire. Wat ik nu doe, onderbreken. Nee, jij mentor. Ja, dat moet jij dat dan kan doen, jij niet doen, omdat jij een vrouw bent. Evident, maar ik bedoel, dat is onderbreken. Ja. En mansplaining is het beter weten dan een vrouw. Nee, dat is als een vrouw zegt, ik was van de week in Rome, dat die man dan meteen zegt, oh, Rome, en dat hij dan over Rome gaat vertellen, over zijn vakantie, in plaats van dat die vrouw laat uitpraten. En dat hij het beter weet, dat hij zegt, dat klopt niet helemaal, bijna goed,
Ja, en het is ook wel iets wat heel veel mannen doen. Vooral van mannen van een bepaalde generatie. Maar een van mijn punten is dat feminisme misschien een update nodig heeft. Omdat er ook een heel andere generatie mannen aan zet is. Zoals Sander en ik. Die dat is eigenlijk wat Faye Weldon ook zegt. En het boek Why Men Explain Things to Me. En waar de term gecoind wordt. Het gaat over echt een man van een jaar of 70, weet je wel. Zulke mannen kennen we wel. Oh, ja. Sorry. Kom maar aan. Even Sol niet verdedigen, is zelf heel genuanceerd over die termen. Is de eerste om te zeggen dat er heel veel mannen dat niet doen. En ik weet niet of je het daar essay gelezen hebt. Dus dat is een beetje tegen wil en dank van haar gepikt. Maar zij staat daar zelf nu niet achter. Zij pleit er ook niet voor dat iedere man die is onderbreekt nu met pek en veren naar buiten wordt gedragen omdat hij een mansplainer zou zijn. Nee, maar je ziet toch dat het soms gebeurt, zelfs wanneer je überhaupt als man aan het woord bent, dat de term mansplaining in je gezicht gesmeten wordt. Ja, en dat is denk ik nou niet de bedoeling. Maar goed, heeft dat invloed op hoe je man bent? Dat is een rare vraag. Maar bijvoorbeeld, laat ik hem specificeren, ook omdat Helene bij herhaling vroeg om ook seks als thema aan te stippen. En dat is ook niet onlogisch, gezien die hashtag die Person of the Year wordt. Het is ook raar om er niet tenminste even bij stil te staan. Het heeft nogal veel impact, ook op die beweging. Verandert Me Too hoe je als man hier zit, naar de kroeg gaat, met je vrouw bent of nieuwe vrouwen ontmoet? Heeft het invloed gehad? Ja, op mij wel. Ja? Ja. Ik flirt minder. Ik heb het idee dat ik eerst goedkeuring nodig heb voordat ik mag gaan flirten. Natuurlijk probeer ik er niet bij stil te staan, maar ik merk gewoon dat ik daarop let. En dat vind ik heel vervelend, want er gaat een belangrijk deel van het erotische spel verloren. Terwijl een vrouw daar tegenin zou brengen, ik heb toch nergens gezegd dat flirten niet mag. Mag ik ook nee, wacht even. Nee, maar Helene, dames waren eerst, dat was heel galant. Nu even de mannen, en je mag zo, hè. Dus schrijf, wees ik heb speciaal. Nee, maar ik blijf heel kort. Dat het beter zou zijn als we met z'n vieren aan tafel zijn. Ja, dat klopt. Dat is toch het doel van de avond. Ik wil hier even wat over zeggen. Ik heb speciaal dit debat namelijk gepland de dag na het boekenbal. In de hoop dat Helene te brak was om dit zijn te doen. Ja, ja. Ze heeft een kater, maar desondanks. Het is mislukt. Nee, we komen echt zo nog bij jullie. Ik wil heel even nu, sorry, ga eens door. Want ik zei, een vrouw zou daar tegen inbrengen. We hebben natuurlijk nergens voorbij zien komen dat het spel van verleiden, dat flirten in zichzelf misdadig is geworden. Ik heb alleen nu aan al die mannen uitgelegd, hou je handen thuis, misbruik je macht niet. En als ik nee zeg, zou je dan gewoon willen lezen voor wat dat woord betekent. Dus waar maak je je druk om, Sander Kok? Dat vind ik heel terecht, als je dat zou zeggen. Mijn reactie is natuurlijk ook overtrokken, dat ik ineens minder zou gaan flirten. Maar het is niet heel raar, denk ik, dat je er zo op reageert. Omdat het een heel gevaarlijk gebied is geworden. Iemand iets te lang aankijken is ineens een daad van agressie geworden. Terwijl het vroeger een manier was om een glimlach op te wekken. Iets wat. Net had ik mijn zin niet afgemaakt. Wat ik eigenlijk wilde zeggen over dat deel van de erotiek dat verloren is gegaan, dat is de spontaniteit. Dat is zo ontzettend belangrijk. En men is een stuk minder spontaan nu. Ja, is het? Want het mag ook niet meer misgaan nu. Ja. Sorry. Wacht. We kwamen eigenlijk ook zo bij de zaal, maar ik heb gezegd, als het echt eruit moet, mag het. Kom maar. Gaat het niet ook veel meer over de context waarin dat flirten gebeurt? Of dat gebeurt in een kroeg of op een werkvloer, maakt volgens mij nogal veel verschil. En het flirten op de werkvloer zou ik heel prettig vinden als dat wat minder zou zijn. Ja, en daarvoor is het Me Too ook heel erg nuttig. Want ik denk dat een heleboel mannen, vooral van een oudere generatie, inderdaad niet goed doorhadden hoe vervelend dat kan zijn. Maar dus jij zegt eigenlijk dat je het eigenlijk gewoon voelt. Niet contextafhankelijk, maar jij voelt die nieuwe angst om iets fout te doen. Ja, en dat is omdat er zo ontzettend absoluut mee wordt omgegaan. En leg dat eens uit. Maar meng je hier ook, want ik weet dat jij, we hebben hier ook voorgesprekken over gehad, hier ook ideeën over hebt. Er wordt absoluut mee omgegaan. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, je bent, als je dus iemand iets te lang zou aankijken, zit je eigenlijk al op dat spectrum op weg naar verkrachter. Met ergens daarvoor heb je dan de aanrander. En dat is natuurlijk iets heel anders. En het moet helemaal niet met elkaar in verband worden gebracht.
Maar eigenlijk is het ook al zo dat puur alleen omdat je een man bent, in de woorden van Philip Huff in een opiniestuk een paar maanden geleden, je draagt als man het uiterlijk van de verkrachter. Dat is een feit waarmee wij moeten zien om te gaan. Ja. Zijn gedachte is dan, dus die van Philip Huff, is dan om als je in een donker steegje loopt, om dan om te keren of aan de andere kant van de straat te gaan lopen, zodat de vrouw zich niet ongemakkelijk voelt. Ik vind dat heel ver gaan. Ja. Ik snap wel die gedachte. Er was natuurlijk een casus met, ik meen, maar dat weet ik even niet meer zeker, dat een Belgische journaliste was die een anekdote met de wereld deelde door hem op te schrijven. Namelijk dat ze als jonge vrouw haar eerste baan bij, ik meen, een krant had. Het was een journaliste. En daar had ze een soort conciliëri, een wat ouder, meer ervaren man waar ze naar opkeek. En ze genoot van dat nieuwe avontuur en van het feit dat daar die brede schouders waren om haar op weg te helpen. En om een goede avond lopen ze samen over straat. En hij zoent haar prompt verloren en zij denkt daar en dan, ik kan me niet herinneren dat dit ooit flirten was, dat ik hier aanleiding toe heb gegeven. Maar bottom line, ze zijn nu al heel lang gelukkig getrouwd. Toen ze dat verhaal naar buiten bracht, werd haar verweten dat zij dat ze eigenlijk het slechts denkbare rolmodel voor Me Too was, omdat ze een rape victim is de facto, dat zich heeft onderworpen aan de agressor en nu dat verhaal vertelt en dus die schade berokkent. Colin. Dan mag ik er wat over gaan zeggen. Nee, maar ik bedoel, teruggaan naar de absolutie. Hè, dus dat het te absolute karakter van het discours waarin we terecht zijn gekomen, zoals Sander dat noemt. Dit was een anekdote van een gespreksleider die waarschijnlijk niet voor anekdotes wordt ingehuurd. Maar ik vond hem wel treffend in dit verband. Maar reageer eens op, herken jij wat Sander zegt, dat je de toon van het gesprek, dat je de agendering te absoluut vindt op dit moment, of herken je dat niet? Nou, het is natuurlijk zo dat vrouwen eeuwenlang last hebben gehad van die vervelende mannen, zal ik maar zeggen, opdringerige mannen en erger. En heel vaak werd die vrouw in een hoek geduwd van je liegt, weet je wel. En dankzij social media ook hebben vrouwen hun stem kunnen verenigen met Me Too. En dat is een historisch moment. En dan is het eindelijk eens aan de vrouwen om hun verhaal te vertellen. En dat heb ik toen ook in de krant geschreven. Ik heb gezegd, dat is nu niet het moment om dan meteen weer te gaan tegenstribbelen. Maar dat wil niet zeggen dat verhuisdozen schuiven. Nee, zo noemde je dat zelf net. Je zei, het is soms goed om, jullie zijn aan het woord, ik ga wel met de dozen schrijven. Maar dat was toen in kort geval op van MeToo, wat gaat over seksueel geweld uiteindelijk en machtsmisbruik door mannen en dergelijke, vind ik dat het historisch aan de vrouw is om daar het hoogste woord over te voeren. Ja. Dat wil niet zeggen dat er bepaalde nuanceringen ook gemaakt kunnen worden. Ik voel dat ook met Sander mee. Maar dat is dan niet het moment, omdat misschien inmiddels is dat alweer wat anders, want we zijn alweer een half jaar verder. Ja, dus jij zegt eigenlijk dat Sander het moment niet goed aanvoelt. Nee, ik heb zelf inmiddels ook 6 maanden later heel voorzichtig een artikel geschreven waarin ik zeg van ik merk aan mezelf dat ik ook veel voorzichtiger ben geworden. Dat ik veel eerder denk van ik moet die vrouw niet lastigvallen. Weet je wel, als ik hoor je tegen haar zeg, ben ik een foute man. Dus dat heb ik wel opgeschreven. Ja. Snap jij die... Helene wil je wat zeggen, ik. Kom zo, wacht, nog één. Snap jij, want ik wil nog 2 vragen eigenlijk adresseren. Ik wil heel even kort stilstaan bij die mannen die zich dus in die eigen bastions terugtrekken. In toenemende mate, die mannelijke activisten, die safe spaces zoeken. Maar ook die alt-right movement. Vinden jullie dat er op dit moment voldoende aandacht is voor wat die mannen beweegt tot daar te gaan? Of dat sowieso bijna taboe is om dat te willen onderzoeken. Hoe bezien jullie dat? Als je daar begrip voor probeert te krijgen, dan zit je inderdaad al bijna in de verkeerde kant. Aan de verkeerde kant. Dus dat is inderdaad heel moeilijk. Maar denk je dat het zinvol zou zijn? Waarom zou het zinvol kunnen zijn om het wel te doen? Omdat het een behoorlijk groeiende groep is. Het is ook een groep die radicaliseert. Die een heleboel domme dingen zegt. En die ook een politieke macht begint te worden. Dus daar moet je rekening mee gaan houden. Ja. Ja. En dus ook willen weten waarom. Ja, precies. En een aantal van hun grieven is dus wel terecht. Welke vind je invoelbaar? Bijvoorbeeld de positie, hij is trouwens net al genoemd, de positie van de man na een echtscheiding.
Maar ook het hoge aantal aanklachten tegen mannen van kindermisbruik door de vrouw of de ex-vrouw. Dat is schrikbarend. En een man kan zich dus nauwelijks verdedigen. Dat is, dat is een rechtsongelijkheid waar het veel te weinig over gaat. Nou is dat niet een reden om meteen op een radicale partij te gaan stemmen. Maar het is ook geen reden om die mensen maar gewoon allemaal debiel te noemen. Of zo, ja. Of allemaal maar radicaal. Snap jij, Colin, waar die bewegingen vandaan komen? Kun je dat volgen? Ja. Ja? Waarom? Ja. Ik bedoel, wat vind je invoelbaar dan aan, dat, aan het ontstaan van die radicaliseringsprocessen? Nou, dat werd net genoemd, wanneer dat de kinderen vaak aan de vrouwen worden toegewezen na een echtscheiding. Maar dan kun je weer zeggen, ja hallo, maar die man die heeft zich vaak ook niet zoveel met de kinderen bemoeid. Totdat het opeens gescheiden werd. En dan zegt hij opeens, hoor, ik wil ook nog wat met de kinderen te maken hebben. Dus het zijn allemaal ingewikkelde dingen. Maar sommige dingen herken ik wel, maar het is vooral een maatschappelijk probleem, denk ik, waar we over na moeten denken. Dat is niet de kwestie kinderen, die heb je niet. Wat herken je dan? Nou, kijk, het is misschien flauw, maar ze zeggen wel eens, mannen verdienen meer, maar ze betalen ook meer, zolang we in die oude wereld leven, waarin die man het restaurant betaalt en dat soort dingen, weet je wel. Dus denk ik wel eens, oh ja, ik heb ook heel erg veel betaald voor vrouwen altijd. Dus we moeten wel, als we emanciperen, moeten we meteen in alle opzichten eigenlijk emanciperen. Niet eenzijdig. En vinden jullie dat jullie generatie mannen dat voldoende doet? Hoe kijken jullie zelf naar de inzet van jullie generatie mannen in dat emancipatieproces? Het grappige is dat in onze generatie, we zijn ongeveer even oud, dat het ineens weer in zwang kwam rond ons 20ste... voor mannen om opnieuw te gaan betalen. Dat was ooit antifeministisch. Maar dat vonden vrouwen die zich ook feministisch noemden. Althans, ik heb wel eens gedate met meisjes die zich feministisch noemden. Maar dan kon je vervolgens wel de rekening gaan betalen. Als je dan inderdaad het beste voor hebt met het feminisme, dan zou je inderdaad ook als man moeten zeggen, sorry, dat doe ik niet. Maar dat heb ik nooit gedaan. Nee, Colin? Ja, nee, ik ook niet. Nee, dus dan dok je gewoon. Ja. Nee, maar reflecteer eens op die generatie mannen. Wil zien jullie, laat ik het anders zeggen. Hedy zegt vrij duidelijk, zonder die man gaat het niet lukken. Dus we moeten elkaar verleiden om hier een gezamenlijke inzet van te gaan maken. Zien jullie dat als een uitnodiging waar jullie vanavond aan de bar eens over gaan doordenken? Nou, ik probeer die uitnodiging zelf te maken, zeg maar, te versturen, als het ware, aan andere mannen. En ik zie wel met heel veel mogelijkheden. Ik denk dat heel veel dingen die, zeg maar, 50 jaar geleden nog niet konden, nu misschien beter kunnen. Zoals? Omdat de samenleving flexibeler is geworden, ook bijvoorbeeld door het internet. Zoals je het hebt over minder werken of thuiswerken, dat kan tegenwoordig allemaal veel makkelijker. Er is ook een boek geschreven dat heet De 4-urige werkweek. He, door mannen. Dus je kunt zeggen het is een utopie en het lukt niet, maar misschien lukken bepaalde dingen juist beter. En is dat voor mannen ook prettiger? Sander, voel je je geroepen om de man in die misschien wel nieuw op te richten man-vrouw maatschappij te zijn? Ik ben niet zo activistisch van aanleg, maar ik wil wel op mijn eigen manier een bijdrage leveren in mijn eigen omgeving. Zou je jezelf feminist noemen? Nee, ik heb mezelf in het verleden wel zo genoemd trouwens. Maar dat was dan een beetje koket te doen. inmiddels, nee. Ik heb er moeite mee gekregen. Ik heb geen moeite met het feminisme van bijvoorbeeld Hedy Dancona. Ook niet met het feminisme van jou, Helene. Voor zover ik dat nu heb gehoord hier. Ik heb wel grote moeite met het Twitter-feminisme. Wat echt heel gevaarlijke vormen aanneemt. Want? Want het gaat om de discussie niet aan te gaan. Dat is het doel. Er wordt zogenaamd een debat gevoerd, maar aan de overkant, de andere zijde, staat helemaal niet een werkelijk mens. Daar staat een stroomman meestal. Dit zijn eigenlijk pogingen om zo snel mogelijk weer de deuren te kunnen sluiten en niet te debatteren. Maar wat denk je dan dat de inzet van ja, die... Ja, precies. Dat is Twitter. Dat is absoluut waar. Maar Ik denk wel dat de manier van denken, dat Twitter een goede afspiegeling is van de manier van denken van een groot deel van de bevolking. Ja, het is niet alleen namelijk Twitter. Voor of tegen en liever geen nuance
Want als je nuance aanbrengt, dan sta je al aan de verkeerde kant. Of je hebt dan geen duidelijke mening. Ja, we gaan naar Helene. Want ik ben we al gaan verrader jullie genoemd door Twitter-feministen. Dus, oh, echt? Omdat ik, het gesprek met een paar mannenrechtenactivisten was aangegaan voor gewoon een journalistiek artikel, werd ik ook al verrader genoemd. Nee, kun je dit opnieuw vertellen, Helene? Echt waar? Ja, nee, je hoort het niet goed in de microfoon. Nee, omdat ik raad je misschien aan om Twitter te laten liggen, want ik ben daar al verrader genoemd door die zogenaamde Twitter-feministen, omdat ik mannenrechtenactivisten had geïnterviewd voor een journalistiek artikel. Dat bedoelen we toch juist? Ja. Dat zelfs jij dan al de wind van voren krijgt, omdat je met die mensen een gesprek aangaat. Maar dat is ook op Twitter. Ik heb geen discussies met mensen in het echte leven die mij daarvoor een verrader noemen. Dus ik weet niet wie die mensen zijn en waarom ze zoveel tijd hebben om die daar te spenderen. Maar misschien even terug op het flirten waar jullie omzichtiger mee geworden zijn. Dat vind ik dan weer jammer, omdat jullie waarschijnlijk alle twee wel duidelijk weten wat echt ongepast is. Maar ik denk dat MeToo verwarrend is, maar ook interessant, omdat we misschien nieuwe seksuele mores kunnen ontwikkelen. Om te beginnen lijkt het mij goed als de vrouw niet steeds maar die passieve rol aanneemt en zelf ook meer het voortouw neemt. Dat zorgt voor meer gelijkheid, waardoor de man minder als alleen maar agressor wordt gezien. Dat zou volgens mij iedereen te goede komen. Ook mannen zouden dat wel prettig vinden, denk ik, dat zij niet altijd degene zijn die alles moeten doen en de eerste stap altijd moeten zetten. Absoluut, want wij nemen altijd het risico. Hè? Ja. Dit is trouwens geen mansplaining, maar ik vul alleen... Nee, maar het is echt... Nee, maar je hebt gelijk, want ik heb dat geprobeerd. Meestal, moet je dan zeggen. Heb ik geleerd. Oh. Ja. Meestal. Ik heb het geprobeerd om dat zelf te doen een jaar voor een weddenschap. Ik ga nu eens de eerste stap nemen en zien hoe dat gaat. En dat is inderdaad vreselijk, want je neemt altijd het risico om vernederd en afgewezen te worden. Dus ik benijd jullie niet en ik vind dat wij dat vaker moeten doen. Ik denk trouwens ook dat daar een deel zit van die verbittering, van het alt-right en dat ze heel radicaal worden. Je moet je voorstellen, en ik denk dat vrouwen dit onvoldoende begrijpen, met alle respect, dat je als jongetje, als puberjongetje dat opgroeit, zit je in een heel moeilijke positie. Je wordt voortdurend afgewezen. Je leeftijdsgenoten zien je niet staan, want die willen alleen maar oudere jongens. Dus je bent aangewezen op de jongere meisjes, maar die zijn te jong, dat zijn kinderen. Je kan geen kant uit. Intussen ben je ongelooflijk geil. Je wordt alleen maar afgewezen tot ongeveer je jonge twintige jaren. En dan begin je een beetje serieus genomen te worden. Dus ik denk dat een heleboel verbittering zit bij mannen. Anders bij mij totaal niet. Ik denk dat er misschien ook heel wat verbittering bij vrouwen zit. Want als het dan toch over seks gaat, het is nog altijd zo dat in heteroseksuele contacten dat die voor vrouwen veel onbevredigender zijn dan voor mannen. Alle cijfers wijzen dat uit. Eenmalige contacten zowel als in relaties. Dus dat is misschien ook iets waar we iets kunnen aan doen en waar... dat dit nu het moment voor is. Maar zie jij dit, hè? Dus zeg maar dat grote contrast in seksueel bevrijding. Dus one night stands, weet je, moeilijk klaarkomen voor vrouwen. Ik denk dat je daar ook over hebt nu. Niet alleen. Maar zie jij dat iets als waar die man in opgevoed moet gaan worden? Of zie allebei. Allebei. Want het verbaast jou dan niet dat bijvoorbeeld, ik noem nu maar hoogopgeleide, mondige vrouwen zelf niet in staat zijn om verbaal te maken hoe ze klaar kunnen komen. Nee, als vrouw leer je altijd dat je de ander niet tot last moet zijn met je verlangens. Dus die uit je dan niet. En als je niet bent klaargekomen, dan ga je er niet om vragen. En als man leer je eigenlijk heel weinig over hoe je een vrouw kan bevredigen. Dus dat loopt langs alle kanten verkeerd. Ik wil, omdat ik niet mezelf als uitgangspunt hier wil nemen, even naar de zaal kijken, naar de vrouwen in de zaal. Wie heeft het idee dat ze van jongs af aan geleerd heeft dat het kwalijk is haar eigen verlangens te adresseren? Willen jullie je hand opsteken? 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dat is geen ruime meerderheid. Je stelt het ook wel erg sterk met kwalijk. Maar dat ze een zekere schroom hebben om daarover te beginnen. We gaan er al wat meer handen omhoog, denk ik. De schroom, formuleer jij hem, de man. Willen de Ja. Jij weet het beter. Je was maar mansplainen, los het op. Of de dames die een zekere schroom ervaren om over hun verlangen te beginnen, of die hun hand op willen steken.
Nee, omdat ik even wil zien wie zich herkent in wat Helene je problematiseert. Maar dit is een feministische publiek natuurlijk. Dat scheelt in een bak. Wacht. Meer dan mannen een schroom hebben om... Ja, maar dan gaan we weer zo... Ja. Nee, ja, maar... Sorry, wacht, we gaan even naar Hedy Dancona. Ja, doet de microfoon het? Nee. Wil je eens... is een langzamerhand... is dat ze aardig van het oud worden... dat alles weer terugkomt. Ja, daar hebben we natuurlijk... Ik denk, oh, was het vorige week? Oh, nee, dat was... Kijk, wij hadden toen over seks gesproken. Dat maakt me wel terug, want wat Helene zegt is waar. Dat vrouwen er nog steeds minder lol aan beleven, om maar even kort uit te drukken, dan mannen. Maar dat wij ontdekten, en dat dorsten te zeggen tegen elkaar, en dat noemden we de grote leugen, dat we tegen die mannen altijd zeiden, na afloop, dat het fantastisch geweest was en dat ze alle hoeken van de kamer gezien hadden. En die mannen die dachten dus, nou, hè, dat is... Ja, dat heb ik goed gedaan. Dus dat was over en weer. En het feit dat wij het tegen elkaar dorsten te zeggen, van dat lukt lang niet altijd en dat is helemaal niet zo goed gedaan, dat hielp toch al. Ik vind het een beetje treurig natuurlijk dat het op bepaalde onderdelen nog steeds zo is als wel eer. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat die MeToo-discussie, waarvan ik af en toe wel eens denk, nu kookt het een beetje over, weet je wel. Ja, en ik kan me die reactie ook heel goed begrijpen. Van de mannen? En van Sander, dat ze er zelf... Maar het is wel heel interessant als ze dat zouden manifesteren. Want het maakt voor mij eigenlijk ook duidelijk dat, dat het jammer is als zulke goedwillende heren... Hè, eigenlijk niet meer uit durven te komen voor datgene wat ze zouden willen. En Sander zijn of iets, ja, dat komt omdat wij tussen keiharde seksualiteit, de erotiek een beetje ernstig onderontwikkeld is. En dat geloof ik ook. Dat leren we nou echt helemaal niet, weet je wel. Dat hele brede veld daartussen. En dat zou het leven ook een stuk leuker maken. Maar jij snapt dus wel dat... mannen een zeker onbehagen voelen bij die ontwikkeling. Ik vind het innemend natuurlijk als mannen dat zeggen. Dus als ze dat vaak in het openbaar, dan zal dat effect wat ik voel ook wel bij hun terechtkomen. Ja. Het heeft natuurlijk iets innemends als iemand zegt, ja, door die hele discussie ik beschroomd geworden. Helene, ik zie het. Ja, en we gaan ook naar het publiek, want ik zie heel veel vingers tegelijk. We komen eraan. Laatste keer Helene even. Nee, ik denk gewoon dat het een revolutie is, omdat de seksuele revolutie van 68 ons niet heeft gebracht wat we hadden gehoopt, namelijk seksuele gelijkheid. Zie je nogmaals, als je naar de cijfers kijkt, van hoeveel vrouwen klaarkomen, weinig. En dat we dit nu ook mee aan het herdenken zijn, heel die MeToo-golf, maar het is natuurlijk een nieuw soort revolutie en met een revolutie zijn er altijd uitschieters en guillotines en slachtoffers en schandpalen. En dat is spijtig, maar ik vrees dat het onvermijdelijk is. Wij zijn de collateral damage? Dat is niet wat ik zeg niet dat dat goed is. Ik constateer het gewoon. Ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik heb de neiging om altijd alles in een veel te lang en breed perspectief te zien. Dus ik denk, ja jongens, te verwachten. 68 had ook zo zijn uitschieters en extremen en polariserende debatten. Maar snap je hun onbehagen? Natuurlijk snap ik het en daarom wil ik keer op keer blijven zeggen dat het niet nodig is. Zolang je je macht niet misbruikt en ons orgasmes bezorgt, zijn wij blij. Ik denk dat Colin en ik ons best doen. Toch? Ja, wij doen ons best. Het wordt zeer gewaardeerd. Daarover over het vrouwelijk orgasme. We nemen nu wel voetstoots aan. Het gaat nu wel helemaal weg van waar we wilden zijn. Oh, en we hebben nee, nu helemaal. Orgasmes. Dit is precies waar het al jij gaat. Zei, wacht even. Dit is wel... Nou, daar gaan we op de bar, aan de bar over door. Ga door, orgasmes. Dat je dus een man een kans geeft om zoiets te zeggen. En niet meteen zegt van... Oh, jij probeert het weer allemaal naar het oude terug te koppelen. En het gaat opeens weer allemaal over de man. Dat je niet die bak krijgt, maar dat er gewoon een dialoog is over zo'n onderwerp. Nou, het is inderdaad een zijweggetje, maar ik wilde zeggen dat we er al te makkelijk van uitgaan dat seksueel genot evenredig over de mensheid verdeeld is, over mannen en vrouwen. Vrouwen hebben nou eenmaal gemiddeld genomen meer moeite met klaarkomen. We hebben nogthans wel meer tijd. Dat is het inderdaad. Enige, ja. En ik zou het een heel goede zaak vinden als mannen daardoor meer de tijd nemen om een orgasme te bewerkstelligen.
Maar ja, we moeten ook wel onderkennen dat het moeilijker is. En, als je seksuele gelijkheid wil... Ja, dat ben ik niet met jou. Maar je hoort ook dat los van tijd bijvoorbeeld... het vermogen om je helemaal over te leveren... om misschien een soort fantasie in je hoofd gaande te houden... zonder dat je nadenkt over... Nee, als je kijkt zit er niet mogelijk toch een haar nog ergens waar men vindt dat hij niet moet zitten? Als je kijkt naar lesbische koppels, dan zie je dat dat probleem zich heel veel minder stelt. Dat er wel driftig wordt klaargekomen. Dus we hebben alle nodige zenuwuiteinden. Het is inderdaad, zoals mevrouw hier achter mij zei, een kwestie van tijd. Maar alleen al bij masturbatie schijnen er aanzienlijk meer vrouwen te zijn die niet goed kunnen klaarkomen of er heel veel moeite mee hebben dan mannen. Dus dan heb je al die ongelijkheid biologisch. Is dat niet waar? Dat is, die masturbatiecijfers verschillen van land tot land. En in landen waar er meer gendergelijkheid is, zoals in Zweden, masturberen vrouwen veel meer en komen ze ook beter klaar door het masturberen. Dus kijk, heel veel daarvan valt wel aan te leren. Een soort schroom die je opbouwt van je jeugd. Ik weet niet wat het precies is. Maar daar zit wel cultureel verschil op. En dat is dus niet enkel biologie. Helder. Ik wil even naar de zaal. Mevrouw achter Helene. Ja, even kort hierop. Misschien helpt het dan om seks toch meer te zien dan alleen orgasme. Dat ineens. Maar ik heb nog een vraag naar aanleiding van de hashtag MeToo. Of jullie in je eigen kringen zien dat er onderling tussen mannen enerzijds ook meer een corrigeren op elkaars gedrag is. Of dat je ook veel met elkaar in gesprek gaat over wat leuk seks, wat relaties is, wat erotiek is. Wat gebeurt er? Wat is er gebeurd naar aanleiding van hashtag MeToo? Mannen onder elkaar. Ja, ik ken natuurlijk alleen maar mijn eigen vriendengroepje. En dat zijn totale beesten. Die corrigeren elkaar niet, want dat is niet cool. Het is wel zo dat ze een goed ontwikkeld moreel besef hebben. Ze gaan niet rovend, plunderend, verkrachtend door de straten. Nee, maar ik wil zeggen, ze zijn... Ze gedragen zich keurig, maar er wordt wel gewoon gelachen. En ook die locker room talk waar Trump het over had, die uiten wij. Pussy. Ja, precies. Die uiten wij niet, omdat wij dat gewoon te plat vinden en te stom. Maar nee, wij gaan inderdaad niet elkaar corrigeren. Hebben jullie niet een MeToo gesprek gehad onderling? Ja, volgens mij hebben we het er wel over gehad een keer. Maar. Maar dat kan alleen gecensureerd herhaald. Eerlijk gezegd, ik kan me niet meer goed herinneren. En dat is, oh. Ja, het is net alsof ik hier voor een senaatscommissie zit en zeg van I don't remember. Maar nee, serieus, ik herinner me niet meer. Ik drink altijd erg veel met mijn vrienden. Ja, dus het was geen enorm. Colin, wil jij op de vraag van mevrouw ingaan? Heeft het onder jouw vrienden... Het is nu een soort verbord beeld opgeroepen alsof ik dan elke avond met een groepje mannen in het café zit met bier en zo. Maar dat doe ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb ook vooral heel veel vrouwen onder mijn vrienden. Allemaal individuen, mannen en vrouwen. Die allemaal daar verschillende meningen over hebben. En ik vind het ook belangrijk om ook een man ook als een weldenkend mens te zien. En niet alleen te zeggen, jij als man, wat vind jij hiervan als man? Of zo. Of hou je mond, want je bent een man. Dus helder. Gewoon, ja. Ja, dus eigenlijk zeg je, de vraag veronderstelt al iets waar ik me niet bij thuis voel. Ja. Hier, ga je gang. Ja, ik heb daar toch een vervolgvraag op. Want ook rondom vorig jaar de Women's March en het begrip feminisme en het verleiden van mannen om daarin mee te gaan, heb ik daar ook al met mannelijke vrienden gesprekken over gevoerd. En die zeiden ook wat jij zei, volgens mij Sander, van ja, het gaat al meteen over de emotie en dan is het gesprek, wordt al meteen ingewikkeld. Maar ik vind het wel zoeken om daar dan dus die toon in te vinden die man daarin meekrijgt. Want als je het te veel afzwakt, ja, dan kom je ook op equality in plaats van feminisme. Maar dat doet ook wat af aan die historie die ook al is benoemd. En ik heb ook aan die vrienden van mij gevraagd van ja, ga jij dan nu straks in jouw vriendengroep hiervoor lopen? Ga je hiervoor de barricade op? Ga je zorgen dat jouw vrienden ook het begrip feminisme gaan omarmen en daarvoor de kar op komen? Maar ja, dan zeggen ze ook weet ik niet, vind ik toch moeilijk. Dus wat is daar dan de juiste toon in? Hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? De juiste toon? Het gaat me eigenlijk niet zozeer om de toon. Het gaat me meer om de gebrekkige argumentatie soms. Zodra er een gevoelsargument wordt gebruikt, kun je niet meer goed verder discussiëren. Dus ik zou eigenlijk willen... Ja, concretiseren. Bijvoorbeeld in die discussie over de treinrukker werd mij ten laste gelegd
dat ik iemands gevoel ontkende. Wat ik een heel aparte aantijging vind. Maar ja, dat mag je dus sowieso niet doen. Een ander voorbeeld, toen ik een stuk had geschreven over Harvey Weinstein. In de Volkskrant stond dat, hè? Ja, of de NRC, geloof ik. Oh, oké, dan. Ja, of de Volkskrant, ik weet niet meer. Toen ik kreeg een hoop medestanders, maar er waren ook een paar tegenstanders. En die vonden het heel verdacht dat ik als man, en die bleven er ook echt op doorgaan, die vonden het verdacht dat ik als man het hier überhaupt over wilde hebben. Wat had je dan geschreven? Het was een essaytje waarin ik zocht naar de psychologie van die man. Omdat die Weinstein eigenlijk steeds een psychologie wordt ontkend. Alsof het alleen maar een machtsbelusteling is. Ja, alsof dan niet een soort culturalisatie veroorzaakt dat iemand tot daar, zeg maar, durft te gaan. Precies. En mijn stuk ging dan over hoe complex het moet zijn voor iemand die voortdurend wordt aangesproken om dan nog een beetje normaal te kunnen leven. Het lullig is zo geweest dat de NRC daar, of de Volkskrant, daar een kop boven heeft geplaatst die erg polariserend was. Namelijk, we moeten proberen de onschuld van Harvey Weinstein te zien. Dat doen ze altijd. Dat is bij mijn stukken ook altijd. Ja, precies. Ja. Overigens is dat wel een zinsnede die inderdaad voorkomt in mijn stuk. Maar in mijn stuk zit er context omheen. Maar goed, ik werd daar nogal op aangevallen. En ook veel met gevoelsargumenten. Ook heel veel dingen van, ja, maar ik ben hier persoonlijk bij betrokken. Want ik heb dat meegemaakt en jij kan dit niet weten, want jij bent een man. Dat is niet discussiëren. Nee. Maar het moet gaan om argumenten. Colin? Het is interessant, want dit is de redenering dat je niet in een dader mag verdiepen. Want dan ben je hem eigenlijk al menselijk aan het maken. Ja. Terwijl het moet er gewoon om gaan, dit doe je niet, dit kan niet. Punt uit. Interesseert ons niet waarom je dit doet. En ik ben meer van de lijn van denken van, je moet je juist wel verdiepen in waarom mannen dingen doen. Of het Weinstein is, of wat voor mannen dan ook, mensen dan ook. Het interessante trouwens is waar het dan vandaan komt. Want anders hebben we geen tijd meer voor, want we moeten daar. Mag er even, ga maar heel even door terwijl Sophie de volgende vraag ophaalt. Kort. Iemand als Hannah Arendt mocht het bijvoorbeeld wel doen bij Eichmann. Ik wil niet zeggen dat dat ermee te maken heeft dat zij een vrouw was en dat het dan wel mocht. Dat denk ik niet. En het zal toen misschien ook gevoelig gelegen hebben. Misschien het zal wel geholpen hebben dat ze een Amerikaanse was. Ze heeft veel kritiek gehad, overigens ook terecht. Maar eigenlijk zeg je, ik vind dat we moeten willen begrijpen waarom Weinstein werd. Absoluut. Juist en dat taboeiseren leert je precies niets. Precies. En meneer? Ik heb eigenlijk twee vragen, als dat mag. Het zijn twee vrij provocerende vragen, omdat het ook provocerende uitspraken zijn. De ene is van een, ik denk, Sloveens of Slovaakse filosoof Zizek. Ja. En Sloveens. Die zegt over de hashtag MeToo-discussie dat flirten een probleem is. Want succesvol flirten, zegt Zizek, is eigenlijk seksuele intimidatie waar achteraf door de ander toestemming voor wordt gegeven. Wat vinden jullie van die uitspraak? Ja, zullen we die eerst even doen? Ben ik het mee eens? Het is inderdaad, ik noemde het net een daad van agressie. Ook in het dierenrijk is het zo dat wanneer je als het ene dier het ander lang in de ogen kijkt, dan is dat vaak een daad van agressie. Bij mensen is dat vaak wat anders. Maar er gebeurt wel iets. Als je iemand lang in de ogen kijkt, dan straal je dominantie uit. Ja, ga je gang. En daarom denk ik op tijd dat vrouwen het ook meer zouden doen. Jouw microfoon staat niet meer aan, sorry. Ja. Wat wou je zeggen, dan herhaal ik het even kort. En daarom lijkt ik er ook voor dat vrouwen dat ook meer zouden doen, omdat er inderdaad sprake is van een machtsevenwicht, maar als dat machtsevenwicht gelijker verdeeld is tussen de seksen. Ja, dus Helene zegt dat is precies waarom ik aanmoedig dat vrouwen vaker initiatief nemen in dat proces van flirten. Omdat het ook over macht gaat en het eerlijker zou zijn als we die verantwoordelijkheid delen. Tweede vraag. Vroeger gebeurde het ook vaker, hè? Er wordt nu veel minder geflirt. Het zou kunnen dat ik er erg op achteruit ben gegaan de afgelopen jaren. Maar ik sluit niets uit. Maar er wordt volgens mij veel minder geflirt. Vrouwen kleden zich ook minder uitdagend. Er is een algehele verpreutsing. Proef ik als woord dat op de tong ligt. Meneer, uw tweede vraag. Ik vond de eerste heel goed, dus u mag er ook echt twee. De tweede vraag gaat eigenlijk over die mannenrechtenactivisten. Dat is een beweging die ik vanaf het begin heb gevolgd. Ja.
En iets waar ze op wijzen, en dat vind ik wel eigenlijk een interessante doordenker, is... want het gaat eigenlijk vanavond over de verantwoordelijkheid van de man. Maar zij zeggen ook wel vaak van... wordt het ook niet tijd dat we kijken naar de verantwoordelijkheden van de vrouw? En dat je eigenlijk vrouwen hebt die op dit moment deels profiteren van het vrouw zijn en deels over klagen. En dat je eigenlijk een trend krijgt waar vrouwen misschien zelfs vooruit gaan lopen op de man. Dat is iets waar zij heel bang voor lijken ze zijn. Dus wat vind je daarvan? En ook hun ideeën over bijvoorbeeld, viel me op, over seksuele revolutie. Dat ze zeiden dat de seksuele revolutie ervoor heeft gezorgd dat je nu een groeiende aantal van gefrustreerde mannen hebt eigenlijk. Waarvoor het veel minder vanzelfsprekend is dat ze gaan trouwen of een vrouw krijgen. Omdat je dan, even kijken, we hadden het over een piramidemodel. Dat je eigenlijk een steeds kleinere groep van mannen hebt die steeds een grotere groep van vrouwen heeft. Dat is wat ze zeggen. Dus wat vindt u daarvan? Van die gedachtegang. Maar wat denken jullie dat... Ja, ik heb ze ook bestudeerd, die mannenrechtenactivisten. Dat eerste argument vind ik eigenaardig, want zowel mannen als vrouwen hebben voor- en nadelen van hun geslacht en hoe de wereld reageert op hun geslacht. Dus dat gaat inderdaad op voor sommige vrouwen en dat gaat ook inderdaad op voor sommige mannen. Want als je als vrouw bijvoorbeeld in Hollywood terechtkomt en je bent toevallig mooi, ja, dat helpt inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat dat een voordeel is. Dat mannen dan minder hebben, maar betekent dat daarom dat die nadelen niet vervelend zijn? Maar en hetzelfde geldt soms... voor mannen, die ook het voordeel hebben dat ze dan man zijn en makkelijker aan een hoge job kunnen geraken, maar dan ook allerlei verantwoordelijkheden moeten dragen. Colin? Wat zij zeggen is eigenlijk dat juist de feministen vaak een discours hanteren waarbij alleen maar de aandacht is voor het perspectief van de vrouw. En zij zeggen vaak, ja, jullie zijn zielig, maar wij zijn soms in sommige opzichten ook zielig. Ja, maar meestal willen ze ook nog terug naar een soort pre-68 maatschappij-ideaal. Dat hoort er ook wel bij. Nou ja, dan maak je ze dus verdacht eigenlijk. Nee, ik maak ze niet. Nee, maar mag ik daar wel even op inhaken? Hè? Want de discussie over... Want trans rights is weer iets anders dan alt-right, hè? Dat is soms niet helemaal duidelijk. Nee, dat is niet één op één vergelijkbaar. Maar ik had daar zelf over zitten nadenken, al langer ook in voorbereiding op vanavond. Er wordt natuurlijk vrij zwart-wit geredeneerd dat de witte man heeft de macht en dus heeft hij nu te luisteren. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Zou een deel van deze beweging, of die nu uit de activistische hoek komt of alt-right, niet een uitvloeisel kunnen zijn van het feit dat neoliberalisme, kapitalisme, ik vind het vreemd, twee termen die je nooit in deze context hoort, terwijl we bijvoorbeeld uit Amerika bij uitstek weten dat een hele, hele grote groep mannen die zich ooit zinvol voelden, het idee dat ze eerbaar werk deden, inmiddels achterlopen, letterlijk statistisch aantoonbaar, op vrouwen. En misschien wel alleen van het feit dat zij op hun vermeende macht voortdurend worden aangesproken, vrij boos reageren en dus onredelijk worden, omdat het kapitalisme misschien wel bij uitstek veroorzaakt heeft dat die macht super geconcentreerd bij nog maar een heel klein groepje witte mannen zit en de rest eigenlijk de afgelopen decennia vooral heeft staan kijken hoe dat gebeurde. Ja, dat verwijt ik de mannenrechtenactivisten, dat ze klassen niet meenemen in een analyse. Ja, want dat is, vind jij dat klassen een onderdeel zou moeten zijn van deze discussie? Ja, het is absoluut met elkaar verbonden. Dat schrijf ik altijd. Kijk, heel veel mannen hebben het gevoel dat zij geld, status of macht moeten hebben, het liefst alle drie, om een vrouw te kunnen versieren, om toegang te hebben tot... En het helpt ook wel, hoor. Huh? Dat is niet alleen een illusie, dat helpt echt. En ja, dan kan je zeggen dat is allemaal het schot van het patriarchaat en dus van de mannen. En vrouwen hebben daar geen enkele verantwoordelijkheid in. En dat vind ik eigenlijk niet. Ik denk dat vrouwen het signaal moeten afgeven, ook aan mannen, dat zij dat niet belangrijk... Dat geld, status en macht niet zo belangrijk zou zijn. En daaraan verbonden is dan wel het probleem dat waar geld, status en macht is, dat daar vrouwen moeilijker toegang vinden. Dat hoort er ook bij. Ja. Ik ga nog naar één laatste vraag van nog een man. Hedy wilde nog iets. Oh, wacht. En Hedy wil ook heel even hierop reageren. Nou, misschien de laatste vraag klinkt ook wel aantrekkelijk natuurlijk voor mensen. Nee, doe maar. Reageer maar even hoor. Nou ja, ik wou zeggen dat los van alles wat heel interessant is over hoe het tenslotte terechtkomt in de sfeer van de seksualiteit, oké. Ik wou toch wel even terug naar de vrouwenrechten, de publieke sfeer. Daar heeft geen bevrijding plaatsgevonden.
En dat is toch eigenlijk ernstig. Een vrouw kan zich niet, hè, en een jonge vrouw met mij valt dat mee, maar jonge vrouwen, die beschrijven soms hoe zij een café binnenkomen en hoe er dan wordt gepakt en gegraaid en in hun tieten wordt geknepen. Als ze met twee glazen bier teruglopen. Dat vind ik zo irritant. Ik vind het zo schandalig dat we in die 50 jaar de publieke ruimte, zelfs daar de bevrijding van vrouwen, niet hebben bewerkstelligd. En dat is zo. Vrouwen vinden het na bepaalde tijd op bepaalde plekken behoorlijk eng. En ze hebben gelijk ook nog. En dat vind ik behoorlijk treurig. Dus even vanuit het bed naar gewoon de straat, ja, die ook van mij is, van ons allemaal. Dat is dus niet zo. Die is van mannen meer dan van vrouwen. Dat moet ik zeggen, moet toch nog even gemeld worden. Ja, de publieke ruimte is niet veilig. Nou. Maar het is dus niet genoeg om te zeggen, mannen moeten hun poten thuis houden. Het is wat Helene zegt, we moeten een nieuwe cultuur proberen te vinden, waarbij vrouwen ook vaker het initiatief nemen. Ja. Ja, maar in op straat Wacht. Is dat wat moeilijker dan in bed. Ja, op straat is dat moeilijker dan in bed, zegt Hedy. We moeten ergens beginnen. Sorry, ja, je moet ergens beginnen. ik wil nog even naar de laatste vraag. Ja, dank u wel. Ik heb eigenlijk een tweeledige vraag. Het gaat eigenlijk een beetje ook over wat er in mijn visie nu aan het gebeuren is in dit gesprek. Want we staan natuurlijk stil vanavond bij de vraag, wat kunnen mannen doen in de emancipatie van de vrouwen, even in het kort samengevat. Ik heb soms het idee dat feminisme een beetje een, dat is dan mijn analyse, en ik ben eigenlijk benieuwd naar hoe jullie daar, en ook de dames daarnaar kijken, dat het een beetje een competitief karakter krijgt. Dus dat we eigenlijk een soort wedstrijdje aan het doen zijn van wie is het grootste slachtoffer en wie is de grootste dader. Terwijl we eigenlijk in plaats van een competitie zouden moeten hebben, elkaar zouden kunnen complimenteren. Dus dat er juist vrouwen zouden opkomen voor mannenrechten en mannen voor vrouwenrechten. Dat lijkt mij hartstikke mooi. En om dat eigenlijk een soort kickstart te geven, zou ik, als ik het voor het zeggen had, zou ik eigenlijk zeggen van, joh, waarom noemen we het nog feminisme? Als we echt staan voor gelijkheid, waarom gaan we niet naar, ja, ik zou nu niet een goede term uit mijn mouw kunnen schudden, hoor, maar humanisme of zo. Ik heb op een gegeven moment de term borsthaarfeminisme overwogen, maar dat vond ik toch niet zo'n goeie. Ja, ik had het daar, nee, ik heb ook daarnet precies hetzelfde gezegd. Dus als je het woord uit, dan verbrand je sowieso bruggen die helemaal niet verbrand zouden moeten worden. Maar dus ik heb ook geen oplossing als iemand een geniaal woord heeft. Maar ik wil wel even naar het dader, want dat was eigenlijk een van mijn laatste vragen tot slot. Herkennen jullie in de schets dat er te veel vanuit daderschap en slachtofferschap met elkaar gesproken wordt? Ervaar je dat? Ja. En hoe zou dat anders kunnen? Volgens mij moet het mogelijk zijn om te onderkennen dat er inderdaad veel slachtoffers zijn. Zoals Hedy ook adresseert in die publieke ruimte bijvoorbeeld. Dat er gradaties zijn binnen het slachtofferschap. Dat er dingen zijn die vervelend zijn en die veranderd moeten worden. En dat er ook dingen zijn die afschuwelijk zijn en die strafbaar zijn. Met een heleboel dingen ertussen. En dat er ook in het daderschap een heleboel gradaties zijn. Van de klunzige, versierende man die iets te snel zijn hand neerlegt op een schouder, tot de man die inderdaad in het donker steegje zijn gang gaat. Ja, en het interessante is dan de vraag voor mij, hoe zijn die dingen aan elkaar verbonden? Zonder dat ik die mannen dan wil beschuldigen van daderschap, ben ik benieuwd, hoe is die klunzige man op een bepaalde manier verbonden met die mannen in het donker steegje? Heeft dat te maken met de maatschappij waar ze zijn opgegroeid? Dat zijn vragen die ik mij stel, waarmee dat ik ze niet op een hoop wil gooien, maar ik denk dat er wel verbanden te leggen zijn. De vragen stellen wil nog even reflecteren. Ja, nee, leuk om te horen. Ik wil eigenlijk nog een vervolgvraag hierop stellen. Want feminisme staat op gelijkheid, wordt vaak gezegd. Hè? En ik vraag me eigenlijk af, alle vier de sprekers ook, want wat is gelijkheid? We hebben het altijd over gelijkheid. Gelijkheid heeft vele definities. Hebben we het over absolute gelijkheid? Hebben we het over gelijkheid van uitkomsten of hebben we het gelijkheid van kansen? Waar staat u voor met z'n allen? Om nog even een kleine vraag tot slot te poneren. Ja. Vind ik uitstekend dat je erover begint. Ik vind inderdaad niet dat we moeten uitgaan van gelijkheid van uitkomsten. Ik bedoel, het is prima om daarnaar te streven, maar dan moeten alle variabelen ook gelijk zijn. En dat zijn ze niet. Colin, een belangrijk punt. Wil jij daar nog op reflecteren? Dat is een ontzettend ingewikkelde discussie, ja, waar ik nog over nadenk.
Want wat je wil in principe is gelijke kansen. Dat betekent niet dat we per se zouden moeten willen dat er evenveel vrouwen 100 uur per week werken om CEO te zijn of politicus of zo. Het moet ook een vrijheid zijn. Maar je wil wel dat ze even makkelijk, als ze dat zouden willen, dat de toegang hetzelfde is als die van een. Niet de bedoeling om per se te zeggen, het moet even, toch? Ja, het is tweeledig. Je moet die barrières wegnemen. Ja, doe maar. Alleen het punt is dat een argument dat vanuit feminisme wordt gehanteerd, is dat je een effen speelveld moet creëren om echt gelijke kansen te hebben. En dat je dat pas hebt wanneer er voldoende vrouwelijke rolmodellen zijn. Dus dan zou je wel eigenlijk geforceerd vrouwen moeten gaan benoemen. Dus je moet eerst geforceerd die zichtbaarheid in gelijke mate tot stand laten komen om daarna een natuurlijke proces zijn werk te kunnen laten doen. Ja, dat is dan het idee. Ja, dat is de ene kant voor mij. Dus die dat gelijk speelveld bewerkstelligen. Dat niet altijd elegant kan gebeuren, vrees ik. Quota zijn soms nodig, al zijn ze niet prettig. Dat zie je in de Belgische politiek bijvoorbeeld. We hebben een goede vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement. Dat is alleen door de wet op quota uit 1993. Maar los daarvan is een ander aspect van die gelijkheid ook een gelijke waardering van de verschillen. Zoals ik het daarnet al zei over een vrouw die thuis wil blijven of meer thuis wil blijven na de geboorte van een kind. Dat is een duidelijk verschil. Maar dat wordt nu anders gewaardeerd en dat is het probleem. Ja, helder. Ik ga afronden. Zou ik nog één ding mogen zeggen? Heel kort, want we lopen uit. Heel kort. Oké, ik heb overigens getwijfeld net of ik dit wel zou moeten zeggen. Maar ik kijk zo de zaal rond en ik zie niemand van Noord-Afrikaans of Turks afkomst. Daar toch. Heel goed. Heel goed. Als we het dan hebben over feminisme en als we proberen hier de wereld beter te maken. Waarom gaat het bij feminisme zo ontzettend weinig over de positie van de vrouw in Marokkaanse en Turkse gemeenschappen? Terwijl het daar ontzettend nodig is. Ja, en de islam in het algemeen. Om nog een klein thema tot slot te adresseren. Ja, ik bedoel, zo mijn best gedaan om dit niet alle kanten te laten opwaaien, maar tot slot... Dus hier moeten we niet... Ja, maar dat is, vind ik, wel bijna een debat op zichzelf. Dat is inderdaad een debat. Absoluut, dus we moeten het er ook verder niet over hebben. Dat is een debat op zichzelf. Ik snap dat je punt wilde maken. Maar het is een van de dingen die ik als man soms moeilijk vind om te verkroppen. Dat het heel vaak gaat om dezelfde onderwerpen. En dan denk ik, ja, dat is terecht. Er zijn goede punten. Maar waar nou echt ontzettend veel te halen valt, daar komt men steeds niet langs. En die meisjes, die voelen zich waarschijnlijk ontzettend in de steek gelaten. Overigens heb ik het vooral over de vrijheid van partnerkeuze. Jongens, dat je als islamitisch meisje niet zelf een Nu roep je natuurlijk net op dit thema, als je gaat afkappen, de verdenking van censuur. Dat is niet aan de hand. Het is gewoon echt dat het tijd is om een borrel te gaan drinken. En er is nog iemand, Helene, die tot slot iets wil zeggen. Niet voordat ik in ieder geval Colin hartstikke bedankt, Sander bedankt dat jullie hier wilden zitten. Ik weet, ik zal niet specificeren om wie van de twee het gaat. Ik maak er een spelletje van. Maar één van jullie vond het best spannend om hier voor een potentieel vijandige zaal te gaan zitten. Want we wisten niet wie die kaartjes hadden gekocht. Volgens mij viel het alleszins mee. En hebben we toch vooral in redelijkheid met elkaar van... in redelijkheid met elkaar van gedachten gewisseld. Waarvoor dank ook aan de zaal. Ik ga het woord geven aan Marije Cornelissen. Zij is van You and Women Nederland. En zij spreekt tot slot een paar woorden. Marije. Dankjewel. Dankjewel, Meerte. En dank jullie. Colin had al voorspeld dat ik ging zeggen dat het een geweldig debat was. Het was echt een geweldig debat. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. We zijn nog niet eens halverwege, maar ik denk nu al dat dit een van de hoogtepunten was van de Hiversy Arts Week die we deze week hebben. En blijft me vooral ook bij wat Hedy zei over dat als we echt verandering willen, dan moeten we een sociale beweging creëren waarin we mannen en vrouwen verleiden om daaraan mee te doen. Dat is precies wat we heel hard proberen als You and Women met de He for She Movement.
inmiddels 1,4 miljoen mannen wereldwijd die zich aan hebben gesloten als he for she, waarvan 5000 in Nederland. Dat is een heel laag percentage relatief gezien. Dat laten we natuurlijk niet op ons zitten. Dus ja, ik hoop dat dit is de eerste he for she Arts Week in Amsterdam. Dat dat een vlucht gaat nemen en dat er steeds meer mannen en vrouwen mee gaan doen aan dit debat. Want nou ja, wat in ieder geval helder is, is dat meer debat nodig is. Er waren wel 6 onderwerpen waarvan je kunt zeggen, daar kan prima een apart debat nog over georganiseerd worden. Mochten jullie graag op de hoogte gehouden willen worden over de HeForShe-campagne en het werk van UN Women, jullie hebben een leuk kaartje gevonden op de stoel. Daar kun je een e-mailadres op zetten. En als jullie dat dan aan Roos of Josja die bij de deur staan geeft, dan houden we je op de hoogte. En als laatste wil ik je graag nog, vond je ook nog als het een beetje lukt, de HeForShe folder op je stoel. Dit is de derde dag van de HeForShe Arts Week. En er volgen nog een aantal geweldige events. Waaronder bijvoorbeeld een ontbijt in het Rijksmuseum, waar je met een croissantje en een kopje koffietje kunt genieten van een geweldig programma met mannen en vrouwen uit verschillende generaties weer in de culturele sector. En Noralie Beijers, een van mijn grote jeugdheldinnen, net een trapje onder Hedy Dancona, maar ook echt een enorme heldin van mij. En we hebben natuurlijk het slotfeest op 15 maart, volgende week donderdag, hier tegenover in de kring. Vrij toegang, iedereen ontzettend welkom. En ja, voor nu heel erg bedankt Myrthe en Sander en Helene en Hedy en vooral Colin, die het geestelijk vader was van dit debat en het allemaal mogelijk heeft gemaakt. Dank jullie wel. Mag ik nog iets zeggen, Myrthe? Kan ik nog iets zeggen voordat iedereen de zaal verlaat? Het is 1 nou ja, minuut. Dan moet je naar de programmamaker Bali gaan kijken, want ik kom er niet meer. Ik was benieuwd of de zaal vindt dat we die man-vrouw-maatschappij opnieuw zouden moeten oprichten. Of de mensen hun hand willen opsteken als ze van ja vinden. Dat is alles wat ik wil, wat ik even wil zien. Nou, dat is goed. Dan democratisch besloten. Dank jullie wel.